Dames en heren, goedenavond. Welkom in het Nutshuis. Welkom bij de eerste Klingendaal Newsroom, actualiteiten over vrede, veiligheid en recht. Vanaf vandaag gaan we elke tweede donderdag met elkaar praten hier in het Nutshuis over internationale ontwikkelingen. En deze eerste editie staat volledig in het teken van de oorlog in Oekraïne. We gaan het vandaag hebben over ontwikkelingen waarvan we eigenlijk altijd hadden gehoopt, gedacht, misschien naïef, dat we dat nooit meer in Europa zouden meemaken. Het heeft verrijkende gevolgen voor in eerste instantie natuurlijk Oekraïners, Russen, Europeanen, Nederlanders en ook de rest van de wereld. We worden allemaal geraakt hierdoor en wellicht sommigen van u nog wel veel meer dan bijvoorbeeld ik als Nederlander die in Den Haag woont. Want sommigen van u maakt zich zorgen over familie, over vrienden. We zijn boos, verdrietig en bang. En nieuwe ontwikkelingen, feiten, veranderingen komen heel snel achter elkaar op ons af. En daarom tijdens deze Klingendaal Newsroom gaan wij ons best doen om het over feiten en analyses te hebben. Om het zo maar even te zeggen, wat vaste grond te bieden in onzekere tijden. Dat is ons doel van vanavond. Mijn naam is Wilbert Perlot en naast mij staat mijn collega Maaike Aans. En we gaan het hebben over de oorlog in Oekraïne natuurlijk met een aantal experts. Te beginnen met Monica Sidianho. Met haar gaan we het hebben over de humanitaire crisis. En alle mensen die op de vlucht zijn voor de oorlog. We gaan ook spreken met Danny Pronk. En met Danny gaan we het juist hebben over de militaire dimensie. Hoe staat het daarmee? Hoe staat het met het Russische leger bijvoorbeeld? Uiteraard spreken we ook met collega Bob Deen. En met Bob Deen bespreken we de ontwikkelingen van de afgelopen 24 uur. Maar zullen we ook even bespreken wat zijn nou eigenlijk de kansen nog voor een diplomatieke oplossing? En tot slot hebben we ook een telefonische verbinding met Hielke. En dan moet ik even spieken Zandema van ZOA. En Hielke die zit op dit moment in Oekraïne. Dus we zullen telefonische verbindingen gaan maken. Eerst nog even wat huisregels. We zullen streng moeten letten op de tijd. Dat is natuurlijk altijd zo met zo'n avond. Zeker in een avond waar zoveel besproken kan worden als vanavond. Dit geldt voor sprekers. Dit geldt voor ons als moderatoren. Maar het geldt ook voor u in de zaal. Dus het aantal vragen dat gesteld zou kunnen worden op zo'n avond is relatief beperkt. Als u de kans krijgt om een vraag te stellen, hou het dan beknopt. En stel ook vooral een vraag. Dus als u niet een hele uitweiding hebt over de vraag, stel de vraag. En geef ook vooral de kans aan anderen in de zaal om vragen te kunnen stellen. Spreek duidelijk in de microfoon. Ook altijd wel behoorlijk belangrijk. Geldt ook voor de sprekers uiteraard. Niet alleen om te zorgen dat iedereen het hier kan horen, maar we hebben ook een livestream. Dus op het moment dat je niet meer in de microfoon praat, kunnen ze thuis zeker niet meer horen. Daar komt dus ook nog bij, even voor alle zekerheid. Het wordt dus gelivestreamd, er is media aanwezig. Dus weet u wat u mee moet doen, moet u zelf weten natuurlijk. Maar hou er rekening mee als u straks de kans krijgt om een vraag te stellen. Dat het is niet alleen maar onder ons, zullen we zeggen. Voordat wij bij de sprekers beginnen, wil ik heel even de zaal inlopen. En ik wil eigenlijk gewoon even van een aantal mensen horen waarom u hier bent en wat u graag uitgelegd wil hebben, waar u zich zorgen over maakt. Elementen die u even benoemd wil hebben, dan waar de sprekers al zo meteen rekening mee kunnen houden. Dus daar wil ik eigenlijk even mee beginnen. Dus wie kan ik als eerste even de gelegenheid geven iets te zeggen? Meneer? Ja, ik ben erg bang dat Europa zijn grondstoffen en zo niet meer zal zien. En ik wil ook straks de heer Dien vragen hoe dat zit. Want eigenlijk is de Fed en de City heel erg tegen deze oorlog geweest en nog. En ik zie ook in Moskou spletingen. Dus ik ben bezorgd over het lot van Europa. Ja, het lot van Europa komen we zeker op terug. En ik hoop de grondstoffen ook in ieder geval ook bij u terugkomen. Ik kijk verder even rond. Iemand anders die zegt, nou dit wil ik echt wel gehoord hebben vandaag. Ja, okay, ja. Goedenavond. Ik kom zelf uit Donbass. Ik ben daar geboren en opgegroeid. En ik wou graag weten, hoe kunnen jullie vanuit gaan dat meneer Poetin eigenlijk redelijk vaatbaar is en alles wat gezegd en besproken wordt en is, te vertrouwen valt? In heel veel opzichten een vraag met meerdere lagen. Want ik denk dat het vertrouwen, zeker als het over diplomatieke oplossingen gaat, zonder meer besproken moet worden. Dat is een hele duidelijke. Meneer?
Ja, wat ik niet snap, dat we zoveel experts hebben, als je zich expert noemen, dat we Poetin niet begrijpen, dat Poetin een militair is en wij zijn een discussieclub. En Poetin planmatig bezig is vanaf het begin, ex-KGB man, om met CCT man. We hebben ook een rapport met CDA, Buitenlandse Commissie, Veilige Defensie, toen we JSF-rapport maakten. Nou, vraag is waarom hebben onze zogenaamde expert dit allemaal niet gezien? En waarom gaan we niet naar de Europese leger toe? Nee, dan, ik pak het, ik zeg even, maar die gaan de handen snel, maar ik pak er nog even eentje. Ja. Ik zou graag wat meer informatie willen hebben over de no-fly zone. Daar is momenteel erg veel discussie over. Wat zijn de voordelen daarvan? Wat zijn de nadelen daarvan? Dat zou ik graag vanavond willen horen. Ja, uitstekend. Dus no-fly zone, vertrouwen. Waarom hebben we het niet zien aankomen? Maar er zit een andere laag onder over de Europese leger, die volgens mij een aparte vraag is, hè, waar we het over kunnen hebben. Hè, dus hier heb ik in de vraag over het lot van Europa en ook zorgen bijvoorbeeld over grondstoffen. Dus dat zijn een paar van de elementen die leven onder u. Er zijn er natuurlijk nog veel meer, want u bent hier met veel meer mensen. U krijgt later ook zeker nog even de kans om nog een keer aan het woord te komen. Maar hier wil ik graag even mee beginnen. Maaike. Bob, mag ik jou uitnodigen? Ja, en om duidelijk in de microfoon te kunnen spreken, moet ik gaan zitten, zoals u begrijpt. En ik blijf staan. Ja. Dus moet ik hem de hele tijd optillen. Ja, heel goed. Bob, er gebeurt heel veel en heel snel. Zou jij een korte duiding kunnen geven over de afgelopen 24 uur? 24 uur? In iets wat al... waar zoveel is gebeurd in eigenlijk maar anderhalf, twee weken. Ten eerste wil ik even zeggen, heel fijn om met u in een zaal te zijn. Om de mogelijkheid te hebben om met elkaar in gesprek te gaan over wat er allemaal gebeurt. Het grijpt mij aan, het grijpt u ook aan. En ik ben heel blij dat we de kans hebben om in ieder geval in dit format met elkaar van gedachten te wisselen. Afgelopen 24 uur waren niet heel erg hoopgevend, als ik eerlijk ben. We hadden natuurlijk gehoopt dat er uit de besprekingen iets meer zou komen dan er is gekomen. Ook al hadden we het eigenlijk niet verwacht. Dus als ik daarmee begin, er is gepraat. Dus laten we dat dan zien als één klein positief elementje in een 24 uur die anderszins gedomineerd werd door beschietingen, vluchtelingen. Een situatie op de grond waar de opmars van het Russische leger behoorlijk, nou, niet tot stilstand gekomen lijkt te zijn, maar veel trager gaat, denk ik, dan de Russische Federatie zelf had verwacht. Maar we ook een verandering van de tactiek zien. En die betreft dan met name de stad Mariupol, die cruciaal is voor de Russische strategie om de verbintenis te maken vanaf Donetsk en Luhansk, zogenaamde People's Republics, zoals Rusland ze heeft erkend, naar de Krim. Dat was een stad waar altijd al de ogen op gericht waren. Ik herinner me in 2014 ook, is de stad ook tijdelijk bijna in handen gevallen van toenmalige rebellen. En de stad bevindt zich ook binnen de provinciegrenzen van Donetsk. En de Russische Federatie heeft de Donetsk People's Republic, zoals het noemen, erkend binnen die provinciegrenzen. Dus vandaar dat de ogen daarop zijn gericht. Ja. Maar het is ook heel lastig om het goed bij te houden, want er gebeurt heel veel op heel veel verschillende fronten. Je ziet bijvoorbeeld ook de stad Odessa zich nu opmaken voor een strijd. Je ziet mensen zandzakken vullen met het zand van het strand van Odessa. Dat had natuurlijk nooit zo moeten zijn. Nee. Odessa had gewoon een fijne stad moeten blijven om uit te gaan. En niet een stad die zichzelf nu moet, die loopgraven moet graven en zandzakken moet vullen. Ja. Dus misschien hou ik het daar even bij als eerste opening. Maar er gebeurt natuurlijk nog veel meer, maar het was in ieder geval het diplomatieke proces. En misschien nog tot slot ook wel relevant, wat heeft het Westen dan gedaan? Over uw vraag over de no-fly zone. Misschien kan ik die meteen oppakken, dan hebben we dat gedaan. Dat is een bij uitstek het symbool van ons gevoel van machteloosheid, mevrouw. Wat ik denk erg leeft onder onze samenleving en onder alle NAVO-lidstaten, die aan de ene kant willen voorkomen dat zich hier een humanitair drama voltrekt, maar aan de andere kant weten dat hun eerste verantwoordelijkheid is naar de NAVO-lidstaten. En dat maakt dit zo'n harde situatie. We weten, en ik denk dat er verschillende Amerikaanse luchtmachtgeneraals zijn die graag even een paar keer over dat konvooi heen gevlogen hadden wat op weg was naar Kiev, om dat te stoppen. Maar ze weten dat het risico dat zij dan nemen, dat er een daadwerkelijke oorlog ontstaat tussen de Russische Federatie en de NAVO, hoeveel risico's dat met zich meebrengt voor onze bevolkingen. En daar kwamen we dus helaas tot de harde conclusie, en president Biden heeft het persoonlijk ook gezegd, dat die no-fly zone te veel risico's met zich meebrengt. Toen is er gezocht naar een andere oplossing, daar kan Danny misschien zo meteen ook nog wat over zeggen, want het was best fascinerend dat er toen een idee opkwam om gevechtsvliegtuigen aan Oekraïne te leveren, om dan in ieder geval het eigen luchtruim veilig te kunnen houden. Maar ook dat lijkt, het laatste informatie die ik heb in ieder geval, niet gelukt te zijn.
wederom vanuit die vrees om in een conflict gezogen te worden. Dus de no-fly zone staat daar nu symbool voor. Maar wat ik wel verwacht is dat die oproep uit samenlevingen steeds sterker zal worden naarmate het lijden erger wordt in Oekraïne. Naarmate er meer burgerslachtoffers vallen en de Russische strategie om ook steden te gaan beschieten in intensiteit toeneemt. Dus misschien om het daar dan mee af te doen. Ja, dankjewel voor deze eerste duiding. En je begon eigenlijk je duiding met refereren naar de gesprekken die in Turkije hebben plaatsgevonden vandaag. Zou je daar iets meer over kunnen uitweiden? Wat is daar besproken? Wat is daar uitgekomen? Ja, inderdaad. Gesprek is denk ik het goede woord. In de media wordt het nog wel eens onderhandelingen genoemd. Ik denk niet dat er heel veel echt is onderhandeld. Ik vond in principe dat ze 1,5 uur hebben gepraat nog redelijk lang. Gezien de lage verwachtingen die er waren. Wat we natuurlijk hadden gehoopt is dat ze het eens zouden worden over een staakt het vuren. Maar de Russische minister van Buitenlandse Zaken Lavrov zei al dat hij daar eigenlijk niet over ging. En hij zei bovendien nog wat anders. Is dat hij eigenlijk vindt dat die gesprekken plaats moeten vinden in het directe format tussen Rusland en Oekraïne zonder die Turkse bemiddeling. Dus misschien om daar dan heel even op in te zoomen. Het was wel interessant dat het in Turkije was. Dat was mijn volgende vraag geweest. Ja, ja, nou ja dan ga ik daarop door. Het feit dat Turkije, wat al meerdere malen heeft geprobeerd zichzelf als bemiddelaar op te werpen, het nu toch lukte om die twee ministers aan tafel te krijgen, was een klein diplomatiek succes of groot diplomatiek succes voor Turkije. Omdat het een land is dat er heel ongemakkelijk tussenin zit. Enerzijds NAVO-bondgenoot, wat ook wapens levert aan Oekraïne. Belangrijke wapensystemen zoals de Bayraktar drone, die echt voor de Oekraïners best belangrijk is om toch nog een klein beetje luchtaanvallen te kunnen uitvoeren. En aan de andere kant een land wat niet meedoet aan de sancties. Wat zijn luchtruim open heeft gehouden voor de Russische federatie. En wat ook in een eerder stadium Russisch wapentuig heeft gekocht. Of wil kopen, die S-400 raketten. Dus Turkije zit er een beetje ongemakkelijk tussenin. Hoopte dat het kon profiteren van zijn rol van goede band met zowel Rusland als Oekraïne. Kreeg die kans blijkbaar ook van de Verenigde Staten. Erdogan heeft blijkbaar persoonlijk met Biden daarover gesproken. Maar moet nu toch concluderen dat het niet de middelen heeft om meer te zijn dan een facilitator die partijen een tafel kan aanbieden. Maar kan natuurlijk niet dit conflict in zijn eentje beëindigen. Dus misschien daarbij laat het. Ja, en om daar nog heel eventjes op door te gaan. Hoe kan het dat die gesprekken wel plaatsvinden, maar dat er eigenlijk zo weinig uitkomt? Ja, omdat het conflict nog niet in een stadium is waar het in het belang van beide partijen is om nu echt concessies te gaan doen. En om echt tot een oplossing te komen. Het slagveld heeft zijn eigen logica hierin. En dat hebben we eerder gezien met staakt het vuren. Hoe moeilijk het is om die zelfs maar stand te laten houden. En vergeet niet, er woedde al heel lang een oorlog in Oost-Oekraïne. Ik werkte vroeger voor de OVSE en wij bemiddelden steeds maar staakt het vuren daar. En die werden steeds maar geschonden, soms honderden keren per dag. En dan hadden we het over een shaky ceasefire. Nou, dat was natuurlijk eigenlijk geen staakt het vuren toen al. En het blijkt gewoon erg lastig op het moment dat beide partijen nog gewoon volop aan het vechten zijn. En ook denken dat ze nog kans maken om de ander zoveel schade toe te brengen dat de ander wel moet inbinden. Dat is feitelijk wat je ziet gebeuren. De Russische federatie denkt, wij kunnen nog prima een heel stuk oprukken. We kunnen nog richting Odessa, wij kunnen nog onze fronten met elkaar verbinden. En misschien zegt Danny er straks meer over die strategie om ook Oekraïnse troepen in te sluiten, om te omsingelen. Dus zolang die voortgang, ook al is die traag, wordt geboekt, ziet Rusland geen reden om nu al te stoppen. Terwijl Oekraïne eigenlijk denkt dat het best veel verliezen aan Rusland al heeft toegebracht. Dat Rusland dit misschien niet eindeloos kan volhouden, gezien de economische schade die daar is. En de heroïsche strijd, zoals Oekraïne dat zelf ziet, die hebben nu niet de neiging om te gaan capituleren. Dus ja, dan ontstaat er alleen maar een overeenkomst als beide zijden elkaar vastgelopen zijn. En ook dat het zo kostbaar en duur voor ze wordt om alsmaar door te vechten. En op dat punt zijn we nog niet. Ja dus het conflict lijkt er gewoon nog niet rijp voor. Nee, not ripe for resolution, zoals we het noemen inderdaad. Ja, een nare eufemisme, maar ja. Maar waarom dan toch om tafel gaan? Heeft dat iets te maken met beeldvorming? Of waarom gaan beide partijen toch om tafel zitten als het conflict er eigenlijk nog niet rijp voor is? Ja, deels is het beeldvorming. Ze hebben natuurlijk beide het verhaal dat ze deze oorlog niet willen. Rusland, Lavrov hield zelfs met een stalen gezicht vol. Ik vraag me af hoe je dat volhoudt. Om te zeggen, wij hebben Oekraïne helemaal niet aangevallen. Dus in die beeldvorming en in die logica past het om te zeggen, wij gaan wel met die Oekraïners praten. Want wij willen gewoon vrede en dat ze die burgerbevolking met rust laten. En Oekraïne heeft altijd gezegd, wij willen deze oorlog niet. Wij willen dit liever uitpraten. Dus ja, dan kan je moeilijk weigeren om met de ander om de tafel te gaan. Er zit ook wel een ritueel danselement in. Maar ook,
ze moeten ook wel regelmatig met elkaar om de tafel om te gaan aftasten of de ander al bereid is om het een beetje in te binden. Ja. En je ziet heel voorzichtig wel wat verschuivingen in de manier waarop er gepraat wordt. Maar de echte inhoud erachter is nog niet heel veel veranderd. Ja. Nou. Oké. Okay. We hebben het over Rusland, maar ik ben ook wel benieuwd. We zijn nu 3 weken verder. Wat voor een effect heeft deze oorlog eigenlijk op de, laten we zeggen, gewone Rus? Ja, de gewone Rus. Die is moeilijk samen te vatten. Hè. Het zijn heel veel gewone Russen, zullen we maar zeggen. Die worden natuurlijk economisch heel erg hard geraakt. En dit zijn ook de weken waarin ze het echt gaan merken wat er is gebeurd. Niet alleen doordat de roebel helemaal instort, ja, wat rechtstreeks voor mensen gevolgen heeft. Ook doordat er heel veel westerse bedrijven weggegaan zijn. Of aan het weggaan zijn. En dat zijn dan hele iconische bedrijven die voor Russen ook echt stonden voor contact met het Westen. Onderdeel uitmaken van de wereldeconomie. Coca-Cola, McDonald's. IKEA, bedrijven die enorm populair waren toen ze net openden, die sluiten nu weer hun deuren. Dus dat zullen ze zeker merken. Maar wat je ook ziet, is het sluiten van de... Ja, Rusland is ook een gepolariseerd land. Dus je ziet ook dat de rangen zich sluiten en dat er een beweging opgekomen is die dan ja, die dat Z-symbool zeg maar, opgenomen heeft. Die zich juist heel erg achter de Russische president en achter deze operatie scharen. En je ziet ook een aantal Russische politici, en Lavrov zei het ook weer, zeggen, wij hebben dat Westen helemaal niet nodig. Wij gaan onze eigen koers wel varen. En je ziet dus Rusland nu, het is te vroeg om daar echt conclusies over te trekken hoor. Het is pas net bezig. Maar je ziet hier iets gebeuren dat er ook Rusland nu besluit, dan doen we het zelf wel. En dan gaan we wel met China en met India en met andere grote landen gaan we wel handelen. En dat Westen hebben we eigenlijk helemaal niet echt nodig. Dus je ziet ook een ontvlechting eigenlijk van Rusland van de Westerse, ja, hoe moeten we dat noemen, normatieve orde. En misschien is het meest symbolische moment wel de Raad van Europa. Waarin Rusland eigenlijk zei, wat moeten we ook eigenlijk met die Raad van Europa. En dat was voor mij, ik zit in de adviescommissie van de Raad van Europa, ik was altijd juist heel erg trots dat al die Russen vielen onder dat Europese verdrag, onder de handvest en de rechten van de mens. En dat die toegang hadden tot dat hof in Straatsburg en dat Rusland zich had gecommitteerd aan al die waarden van de Raad van Europa. Dus ik vind dat heel erg, dat dat gebeurt. Ik snap dat het moet, ja, als je je echt niet houdt aan de kernprincipes van een organisatie, maar ik vind het wel echt heel jammer. Ja. Dus, en dan raken gewone Russen dus die bescherming kwijt. Ja, die raken die bescherming kwijt en dat verandert natuurlijk voor hun in het dagelijks leven heel veel. Maar het wegtrekken van die westerse bedrijven. Ik heb ook wel de afgelopen week gelezen of gehoord, het lijkt een beetje op een tweede ijzeren gordijn. Moeten we dat zo zien of zie je dat toch wel anders? Nee, daar zitten wel parallellen in. Want het is ook niet alleen toegang tot allerlei bedrijven. Je ziet ook mensen gewoon iPads kapot slaan. Hè, als een statement maken. Dan denk ik, nou, lekker. Je roebel stort in. Je hebt geen toegang meer tot winkels. En je gaat een iPad stuk slaan. Maar dat paste in dat beeld van, we hebben die westerse troep niet nodig. Maar dat is natuurlijk lang niet zo voor de meeste Russen. Die juist hartstikke blij zijn. Dat ze gewoon toegang hebben tot dat soort artikelen. En die ze ook gaan missen. Ja, dus dat zie je gebeuren. En een tweede ijzeren gordijn, misschien is het woord ijzer niet goed, maar wel zeker een gordijn, is een informatiegordijn. Als je ziet hoe ver de Russische Federatie is gegaan met wetgeving om beperkingen op te leggen over wat je mag zeggen over deze oorlog. Tot 15 jaar celstraf als je het een oorlog noemt en als je informatie verspreidt die het Russische leger in discrediet brengt. Dat gaat wel heel erg ver. Ja. Dus gewone Russen merken nu ook een nieuwe golf van wat ik toch echt niet anders kan noemen dan repressie. Waarbij hun vrijheid van meningsuiting wordt ingeperkt. En een poging van het Kremlin om alle informatie onder controle te houden. En ook dat raakt ze. Ja. Het afgesneden worden van westerse media. Alle correspondenten zijn weggegaan. Ik zag op de NOS-redactie Iris de Graaf. Die met groot verdriet Rusland heeft moeten verlaten. Maar het kon echt niet anders meer. Ze liep gewoon gevaar. En haar team liep gevaar. En zo zie je dus nog verdere isolatie en ontvlechting. En dat is voor gewone Russen ook heel erg. Ja, ja. Nou, dankjewel voor deze eerste korte duiding. We gaan zo even verder praten nog over de diplomatieke kansen. Maar eerst gaan we naar de andere kant van het podium, naar Danny en Wilber. En zij gaan proberen te duiden hoe het zit met het militaire dimensie. Dankjewel en Danny, welkom ook. Inderdaad, de MIGs werden net even genoemd, daar wil ik zo meteen wel even op terugkomen. En daarnaast gaan we het ook even over de nucleaire dreiging hebben met z'n tweeën. Voordat we dat gaan doen, inderdaad, eerst even, we horen het nu steeds opnieuw, dat het niet goed gaat met de Russische aanval in Oekraïne. Hangt vanaf trouwens met niet goed hoe je het exact wil bekijken natuurlijk. Ja. Maar het gaat niet volgens plan. Nee. En zie jij dat ook zo?
Dat zie ik inderdaad ook zo. Het gaat zeker niet volgens het plan wat ze, denk ik, voor ogen hadden 2 weken geleden toen ze hieraan begonnen. Ik denk nog steeds dat het oogmerk was van deze militaire operatie en de strategie die ze hanteerden, in ieder geval de eerste 2 dagen, was om een hele snelle militaire overwinning te boeken. Eigenlijk met een keiharde klap de Oekraïnse krijgsmacht lam te leggen qua bevelvoering, aansturing. En tegelijkertijd erin te slagen om om regimeverandering af te dwingen in Kiev. Goedschiks of kwaadschiks Zelensky te verwijderen uit het zadel. Dat is niet gelukt. En toen moest er overgeschakeld worden op een andere manier. En daar zitten we nu nog middenin. Ja, want we hebben natuurlijk allemaal altijd de vergelijking met de Russische beer wordt altijd getrokken. Want dat is wat denk ik heel veel mensen verbaast. Van waarom stokt het zo? Ja. Kun je dat verklaren? Ja, ik kan dat wel verklaren. Er zijn verschillende redenen voor te geven. En daar kunnen we zo op ingaan. Het vergt overigens wel wat uitleg. Maar ik heb gisteren in een interview de term gebezigd Potemkin-leger. Daar lijkt het een beetje op. Het ziet er van de buitenkant fraai uit. Maar het lijkt meer een façade te zijn. En het werkt allemaal niet zo als je eigenlijk zou hebben verwacht. En wat zit daar dan achter? Wat zit achter de façade? Ja, allemaal verschillende oorzaken. Bijvoorbeeld het feit dat ze over 4 assen aanvallen. Dus op 4 verschillende fronten aan het vechten zijn geslagen. Het feit dat ze de troepen die ze hebben samengetrokken rondom Oekraïne, in de afgelopen maanden eigenlijk, voordat deze operatie begon, dat die meer dan de helft van de Russische landstrijdkrachten uitmaken. Dus meer dan 50% van de Russische landmacht is eigenlijk ontplooid in deze operatie. Ze zijn inmiddels de afgelopen week ook bijna tot op 100% ook daadwerkelijk ingezet geraakt. En die troepen die zijn samengetrokken eigenlijk uit alle 4 de windrichtingen. Dus niet alleen uit het westelijke militaire district, wat het krachtigste, meest goed geëquipeerde militaire district is binnen de Russische krijgsmacht. Maar ook uit het centrale militaire district, het zuidelijke militaire district en zelfs uit het oostelijke militaire district. Dus helemaal aan de andere kant, hè, in Azië, zijn troepen gehaald en die moeten nu eigenlijk gecoördineerd samen deze operatie uitvoeren. Dat zijn ze niet gewend. Die hoofdkwartieren van die districten zijn niet gewend om gezamenlijk op te treden, om gecoördineerd op te treden. En het wordt nog gecompliceerder, omdat het niet alleen gaat om de inzet van landstrijdkrachten, dus troepen op de grond, maar ook luchtsteun met vliegtuigen, met helikopters, moet je ook gecoördineerd, daar moet je afspraken over maken. Inzet van luchtmobiele eenheden, luchtlandingseenheden en zelfs maritieme eenheden, mariniers die vanuit de Zwarte Zee dingen moeten doen. Ja. Nou, dat blijkt, althans moeten we nu oordelen, nu na 2 weken, dat is te complex gebleken. En heeft dat ook nog te maken, want je ziet ook in de verschillende berichtgevingen terugkomen, de omstandigheden waarin Russische soldaten moeten opereren en hoe dat gaat. Kun je daar iets meer over zeggen? Ja, nou, het is inderdaad opvallend dat heel veel soldaten die met name bijvoorbeeld in Belarus op oefening waren, met die gedachte eigenlijk daar zaten en ineens de oorlog in worden gestuurd, terwijl ze helemaal niet weten waarom en gingen we dat doen dan. Er zijn beelden ook opgedoken dat de gevechtsrantsoenen van deze soldaten ver over datum zijn, dat echt vele jaren over datum zijn. Het is ook nog eens zo dat veel van het materieel wat ze gebruiken, dat staat er eigenlijk al bijna een jaar. Ja. Vorig jaar, in het voorjaar van 2021, is veel van dat materieel is eigenlijk al gepositioneerd, zonder de troepen daarbij. En dat materieel heeft dus lang stilgestaan. En als je materieel laat staan en je pleegt er geen goed onderhoud aan, dan krijg je dus problemen. Problemen die we nu ook zien. Lekke banden, remleidingen die verdroogd zijn, accu's die leeg staan, et cetera, et cetera. En er waren er ook nog de afgelopen dagen 2 Russische generaals die omgekomen zijn, waar heel veel verbazing over was dat die überhaupt aan de frontlinie waren. Ja. Waarom waren ze daar? Nou, inderdaad, het is illustratief eigenlijk voor de bevelvoeringsproblemen, coördinatieproblemen die er zijn. En bijvoorbeeld die generaal Gerasimov, een neef van naar verluidt,
Van de stafchef van de Russische krijgsmacht. Dat is plaatsvangend commandant van het 41ste gecombineerde leger. Dus dat is niet niks. Dat is wel iemand die echt over een grote troepenmacht gaat als plaatsvervanger. En heeft het kennelijk nodig gevonden om in de frontlinie bij Kharkiv de boel op gang te krijgen. Om daar maar te plaatsen, te proberen de boel te coördineren, te regelen. Wat eigenlijk gewoon een oneigenlijke taak is voor zo iemand. Ja. En spelen de westerse wapenreferenties hier ook een rol in dat het stokt? Of is het daar te vroeg voor? Want het is de hoop van die wapens zijn pas vrij laat eigenlijk toegezegd. Nou ja, we hebben inderdaad wel beelden gezien dat door de Oekraïnse strijdkrachten met succes kolonnes worden aangevallen. Panzervoertuigen worden aangegrepen. En ook vliegtuigen, helikopters. Afgelopen paar dagen terug hadden de Russische luchtstrijdkrachten een hele slechte dag. Eén dag tijd werden er meerdere gefrest vliegtuigen en helikopters neergehaald. Dat gebeurt met die draagbare luchtdoelraketten die ook wel in het Oekraïnse arsenaal zich al bevonden. Maar daar zullen misschien ook wel stingers bij hebben gezeten. Ja. En dan even, kijk, Bob had het net al over een verandering van strategie. Ik neem aan dat het bombarderen van de steden daar onderdeel waarschijnlijk van is. Mm-hmm. Wat is even de verwachting, waar gaat het nu naartoe? Ja. Met deze militaire campagne? Nou, je moet het eigenlijk zo zien. Elke militaire campagne heeft eigenlijk altijd dezelfde strategie. Ook bij ons aan de kant van het Westen. Alleen wij letten dan meestal doorgaans wat beter op welke doelen we dan daadwerkelijk aanvallen. Maar het komt erop neer dat je eigenlijk 5 zwaartepunten tegelijkertijd wilt aanvallen. Wilt aangrijpen. Dat kun je zien hè, als de 5 zijn de centrale macht. Dus de politieke militaire leiding. Je kunt het eigenlijk ook als een soort van cirkels zien. Waarbij de middelste pit eigenlijk, dat is die centrale macht. Dan heb je zeg maar de essentiële systemen van de staat. Maar ook van het militaire apparaat. Dus de commandovoering, de geïntegreerde luchtverdediging en dergelijke. Maar ook vitale systemen van de staat. Hè, dus elektriciteitscentrales, kerncentrales. Daaromheen, de derde ring, wordt dan gevormd door andere infrastructuur. Mm-hmm. Luchthavens, zeehavens, wegen, bruggen, spoorwegemplacementen. De vierde ring, en dan gaan we dus naar buiten, is de bevolking. En die wil je misschien niet direct aangrijpen, maar dat is wel een zwaartepunt van je operatie. Daar wil je wel druk op uitoefenen. Dat de bevolking misschien wel op de vlucht slaat of de strijd opgeeft. Hè, dat ook aangeeft aan de politieke leiding. En als de buitenste ring heb je eigenlijk de strijdmacht, hè, de strijdkrachten van de tegenstander. En initieel bij aanvang van zo'n militaire campagne probeer je al die 5 zwaartepunten tegelijkertijd aan te grijpen. Maar de prio ligt wel bij die binnenste, hè, bij de centrale macht. En je werkt naar buiten toe, dus van binnen naar buiten. En wat je nu dus ziet is dat accent is steeds meer naar buiten toe aan het verschuiven. Waarbij dus inderdaad de burgerbevolking echt wel slachtoffer lijkt te worden van gevechtshandelingen. Om ze ertoe te dwingen inderdaad op de vlucht te slaan. De strijd op te geven, de moraal ook van de Oekraïners aan te pakken. En direct ook meer confrontaties aangaan met de Oekraïnse strijdkrachten gewoon op de grond. Ja. Ja, want er is dan ook sprake van dat er een mogelijke escalatie volgt. Mm-hmm. De meest vergaande escalatie is natuurlijk nucleaire wapens, maar er zitten ook wat stappen tussen. Er zitten wel wat stappen tussen, ja. Maar laten we toch even over die nucleaire wapens spreken, want dat is natuurlijk president Poetin heeft daar zelf zijn aanleiding toe gegeven, doordat hij zelf ook over begonnen is. Ja. Maar er zijn ook heel veel mensen die zeggen, er komt wel misschien zo'n nucleaire inzet van een nucleair wapen op een bepaald moment. Ja. Hoe kijk jij er tegenaan? Nou, ik wil dat toch enigszins maar nuanceren. Kijk, om te beginnen, dit is een vorm van nucleaire chantage. Dus het gebruik van de dreiging met kernwapens om uiteindelijk een politiek doel te bereiken. Bijvoorbeeld dat de westerse landen in ieder geval niet meer hulp gaan verlenen aan Oekraïne en de Oekraïnse krijgsmacht. En de sancties misschien verlichten en dergelijke. Het is gewoon dreigen met een hele grote stok, zodat wij niet verder gaan dan dat we nu doen. En er komt nog bij dat ook gewoon volgens het officiële Russische denken over kernwapens, waarvoor kernwapens bedoeld zijn en onder welke omstandigheden kernwapens door de Russische Federatie zouden worden gebruikt, daar valt een dergelijke situatie waar we ons nu in bevinden, valt daar niet onder. Er zijn andere omstandigheden waaronder de Russische Federatie zelf zegt dat ze kernwapens zouden inzetten en dat is niet deze situatie.
En toch, voor alle zekerheid, want ik niet voor 2 dagen geleden was er een Britse generaal, ex-generaal, die zei, nou, misschien komt er wel een kernwapen, vuren ze een kernwapen op de Noordzee, precies tussen het VK en Denemarken, ja, om even dat punt te maken. Ja, waar komt zoiets vandaan dan? Nou, dat is een debat wat al langer loopt, met name in kringen van militairen. Militaire kringen, met name in de Anglo-Saxische wereld. Wordt er al jarenlang een debat gevoerd. En dat concentreert zich om de term, de afkorting daarvan. Is escalate to de-escalate. Dus je zet een kernwapen in. Eén kernwapen op een symbolisch doelwit bijvoorbeeld, gewoon om een punt te maken. En daarmee escaleer je dus. Dan ga je inderdaad die ladder op met de inzet van kernwapens. Je gaat die drempel over. Maar daarmee kan je de situatie uiteindelijk de-escaleren. Omdat dan je tegenstander zegt van, oh, dat gaat ons te ver. We leggen ons hierbij neer. Gewoon het Russische schrijven daarover, ook in Russische militaire vakliteratuur en zo, en in hun doctrine, komt dat woord niet eens voor. Het begrip komt ook niet voor, de uitleg daarvan komt niet voor. Dus het is eigenlijk meer iets wat in onze eigen perceptie bedacht lijkt te zijn. Met name door ex-militairen. Die zijn er altijd erg goed in dit soort doemscenario's te verzinnen. Maar ik heb het nooit gezien in het Russische denken. Ja. En ik kan me dat ook nog steeds moeilijk voorstellen. En dan toch nog even terug te komen op de MIGS. Er was natuurlijk veel over te doen de afgelopen dagen dat die geleverd konden worden. Het gaat nou dus niet door. Kun je uitleggen waarom niet? Ja, het is eigenlijk 2 redenen. Politieke reden, eigenlijk waar Bob al op alludeerde. Dat zou eigenlijk een volgende stap zijn als zijn de escalatie van het Westen. Kijk, het is 1 ding, handvuurwapens, antitankraketten en van die draagbare luchtdoelraketten te leveren. Daarmee help je inderdaad de Oekraïnse krijgsmacht zich te verdedigen. Maar dit soort hoofdwapensystemen, zoals een gevechtsvliegtuig, kan je ook offensief inzetten. Dat zou echt een volgende stap zijn en daarmee dus een stap te ver. Dan ga je ook eigenlijk mee in de beeldvorming van de Russen, die dus al zeggen dat het Westen eigenlijk al veel te ver is gegaan met het leveren van militaire hulp. Ja, dat is een beetje de kat op het spek binden. En daarbij komt inderdaad, dan schuif je ook weer meer in de richting op waar we eigenlijk niet in terecht willen komen, namelijk daadwerkelijk betrokkenheid van de NAVO bij dit militaire conflict. Met alle potentiële gevolgen van dien. Tot aan escalatie van de inzet van kernwapens. Dus dat is de politieke dimensie, maar er zijn ook gewoon praktische militaire bezwaren tegen. Die Poolse MIGS zijn weliswaar ooit in Rusland geproduceerd. Maar die zijn inmiddels voorzien van boordinstrumenten, dus metertjes, die een hele andere getalletjes hebben. Normaal een Russisch gevechtsvliegtuig, daar staat het in meters en in kilogrammen. Conform de NAVO-standaard, wijzen die metertjes af in mijlen en in ponden en dat soort dingen. Dus tuurlijk, een Oekraïense vlieger kan dan nog steeds wel dat vliegmachine vliegen. Mm-hmm. Maar hij zal dan constant moeten rekenen in zijn hoofd van, oh ja, nu zegt hij zoveel mijl, dat is zoveel kilometer. Nou, dat wil je niet, je wil dat vliegmachine besturen. Ja. En er zit allerlei elektronica ingebouwd om die kisten in staat te stellen binnen de geïntegreerde NAVO. Luchtverdediging te kunnen opereren. Dus bijvoorbeeld een elektronisch apparaatje wat voor herkenning zorgt. Dat we weten, dat is een NAVO-vliegtuig. Ja. Dat zal je of onklaar moeten maken of zelfs liever moeten uitbouwen voordat je die kisten überhaupt kan gaan leveren. We praten natuurlijk met jou nadrukkelijk even over de militaire dimensie. Hè? Dus we gaan straks zo meteen met Bob ook weer over de politiek en de diplomatie praten en daarna ook nog met de vluchtelingencrisis. Vanuit het militaire oogpunt, wat zijn voor jou de scenario's die je nu ziet op dit moment? Eigenlijk 2, en ze hebben eigenlijk ook heel veel met elkaar te maken. Het ene scenario is dat Oekraïne overstag gaat. Uiteindelijk op de knieën wordt gedwongen en ingaat eigenlijk op de 3 harde eisen die Rusland nu nog steeds op tafel heeft gelegd. Ook deze week weer heeft herbevestigd. Grondwettelijk vast te leggen neutrale status van Oekraïne. Definitieve overgave van de Krim aan de Russische Federatie. En autonomie van die 2 republieken, Donetsk en Luhansk. Wat de deur natuurlijk uiteindelijk openzet voor aansluiting van die 2 deelrepublieken in het staatsverband van de Russische Federatie. Die 3 eisen zijn niet onderhandelbaar, denk ik, aan Russische zijde. Maar het kan zo zijn dat de Oekraïners daartoe gedwongen worden om daarmee akkoord te
gaan als die omstandigheden zich blijven verslechteren zoals dat nu ook gaande is. Maar we kunnen ook terechtkomen in, dat is het tweede scenario, wat ook hieruit kan volgen, als dat niet op die manier beëindigd wordt. Dat is een klassieke uitputtingsslag. Net zo lang blijven vechten totdat een van de twee partijen het opgeeft. Niet meer bereid is de kosten aan mensen, materieel te blijven dragen. En daarvan zie ik de kaarten nogal scheef liggen. Dan heeft Rusland echt wel de betere kaarten. Die zijn met meer mensen, meer materieel. En zolang Vladimir Poetin bereid is die kosten te blijven dragen van zo'n conflict, dan wordt het zo'n uitputtingsslag, maar uiteindelijk met hetzelfde resultaat. Dat Oekraïne toch overstag zal moeten gaan. Okay. Dankjewel, Danny. Okay. Bob, we hadden het net over die onderhandelingen die vandaag, of gesprekken moet ik zeggen, die vandaag in Turkije hebben plaatsgevonden. En waar we uit concludeerden dat er nog niet heel veel uit is gekomen. Er zijn al wel eerder afspraken gemaakt over humanitaire corridors. Ja. Oh ja. Ja. Ja, werkte ze maar. Ja. Kan je daar wat over vertellen? Wat houdt dat in? Wat is een humanitair corridor? En wat voor afspraken zijn daarover gemaakt? Ja, dat zie je vaker in gewapende conflicten. Dat is om de burgers eigenlijk te besparen dat ze slachtoffer worden van dat geweld. Met name rondom stedelijk gebied. Nou, er staan er een paar op de kaart van de BBC. Het verandert dagelijks welke corridors er zijn. Dit is gewoon het meest recente plaatje van vanmorgen. Het idee hierachter is dat om te voorkomen dat er veel burgerdoden vallen bij een hevige strijd in een stedelijk gebied, dat je de bevolking de kans geeft om te vluchten. Ook vaak omdat de sociale services, alles eigenlijk wat met water, energie, verwarming, dat valt ook allemaal weg. Dat is in Mariupol ook allemaal gebeurd. Dus dan spreken de strijdende partijen af, we doen een tijdelijk staakt het vuren, we regelen een aantal bussen en we regelen een veilige route. En we spreken met elkaar af, die route, daar liggen geen mijnen en die bussen kunnen er overheen rijden. Niemand gaat erop schieten. En we zijn het met elkaar eens dat deze mensen die hier gevangen zitten in deze stad er niks aan kunnen doen en veilig moeten kunnen ontsnappen. Nou, dat is een in principe goed idee. Dat is heel jammer dat het nodig is, ten eerste. Maar het is beter dan dat die burgers gevangen blijven in een stedelijk gebied waar heel hard wordt gevochten. De Franse president Macron heeft Rusland hier ook om gevraagd. Dit is een van de eisen die wij vaak op tafel leggen. Rusland ging daarmee akkoord, maar zei toen dat is prima, maar die corridors moeten vooral naar Rusland lopen. Nou, daar reageerde Oekraïne natuurlijk heel fel op. Onze bevolking wil niet vluchten naar de agressor, die wil vluchten naar Oekraïne zelf. Je ziet ook in de vluchtelingenstromen, er vluchten wel degelijk mensen naar Rusland. En dat deden ze in 2014 ook, toen het conflict woedde al in de Donbass. Maar het merendeel vlucht westwaarts. Nou, toen zijn er nieuwe corridors uit onderhandeld, die grotendeels, en die zie je hier op de kaart, leiden naar gebied wat onder controle is van de Oekraïnse strijdkrachten. Niet naar Belarus en niet naar Rusland. En keer op keer, en met name in Mariupol, maar ook in andere plaatsen, mislukte dat. En dat mislukte omdat de partijen toch blijven vechten. En wederom, het slagveld heeft zijn eigen logica. Zoiets wordt afgesproken door diplomatieke onderhandelaars. Maar ondertussen wordt er een keer geweervuur uitgewisseld en besluit toch maar iemand om een mortiergranaat achteraan te gooien. En zo gaat het van kwaad naar erger. En omdat er mijnen liggen. En dat was een van de redenen waarom Mariupol niet lukte. Dus dat is het idee achter de humanitaire corridors, maar ook waarom het zo moeilijk is. En heel vaak wordt nu ook Rusland beschuldigd van bewust schieten, zodat die mensen niet weg kunnen. Dat vind ik een lastige. Dat is heel moeilijk te bewijzen of dat echt zo is. Maar in ieder geval is er niet genoeg discipline aan de kant van de strijdende partijen om zich echt te houden aan zo'n staakt het vuren, zodat die mensen weg kunnen. Ja, en die humanitaire corridors, waar lopen die nu naartoe? Waar gaan de mensen naartoe? Ja, heel veel verschillende. Dus rondom Kiev wordt de Russische Federatie probeert Kiev te omsingelen. Nou, een aantal kleinere steden of dorpjes rondom Kiev liggen nu volop in de vuurlinie. Irpin, Brovary aan de oostkant. Hier staat Borodyanka ook op. Dus daar zitten mensen die proberen naar Kiev te vluchten. Maar ja, als de strategie is om Kiev te omsingelen, dan zal je uiteindelijk zien dat er ook een humanitaire corridor Kiev uit zou moeten komen. Is nog maar de vraag, gezien hoe moeizaam die opmars verloopt, of dat überhaupt gaat gebeuren. Maar we weten van andere plaatsen dat dit al is gebeurd. Dat een stad is omsingeld, zoals inderdaad Mariupol. Maar je ziet het nog meer, je ziet Volnovakha, wat ook in Donetsk provincie ligt. Maar ook Sumy, waar heel hard wordt gevochten. Izium. En dan moeten die corridors dus lopen naar veilig gebied. Van waar mensen dus of verder kunnen vluchten westwaarts, of zich tijdelijk kunnen ophouden. En in 2014 vluchten mensen vooral naar Kharkiv. Nou, Kharkiv ligt nu zelf onder vuur. Die willen nu natuurlijk veel verder westwaarts vluchten. Dus zo lopen ze een beetje. Maar per dag worden er nieuwe corridors afgesproken.
Okay. Dus er is ook momentopname. En wat voor partijen zijn er dan bij betrokken, bij het afspreken van hoe die corridors lopen? Nou, in de Oekraïnse en Russische delegatie zitten zowel politieke vertegenwoordigers als militaire vertegenwoordigers. Met name van het ministerie van Defensie. Wat we met de OVSE altijd probeerden is ook vooral military-to-military contacts voor elkaar te krijgen. En dat de lokale commandanten met elkaar afspreken, deze weg blijven we nu met z'n allen een tijdje vanaf. Dat laatste lukt nog niet zo goed. Dus je ziet dat ze wel aan de grens met Belarus met elkaar praten op dat politieke niveau, over staakt het vuren en dat soort dingen. Dat ze ook corridors afspreken. Maar of die bevelen bereiken die bevelhebbers niet ter plekke, of die bevelhebbers houden zich er niet aan. Ja. Of allebei, kan natuurlijk ook nog. Dat ze een beetje ruis op de lijn krijgen of bewust aan het schieten zijn. En ook vooral weer de ander framen. Ja. Want humanitaire corridors worden onderdeel van die informatieoorlog die er ook woedt. Maar er zijn dus geen humanitaire organisaties zelf betrokken daarbij? Of? Ik geloof in Mariupol is het Rode Kruis actief. Ik weet niet of bij alle plekken het Rode Kruis het al bereikt heeft. Want het Oekraïnse Rode Kruis is ook natuurlijk totaal overloaded. Ja. Wat we nog niet zo heel veel hebben is westerse aanwezigheid. Ja. Dus je ziet heel weinig dat UNHCR bijvoorbeeld zo'n konvooi kan aanvoeren. Ja. Soms heeft dat namelijk ook een dempende werking. Hè? Niemand wil op een UNHCR-auto schieten. Maar ik weet eigenlijk niet in hoeverre het UNHCR al gelukt is om erbij te zijn. Ja. En of het internationale Rode Kruis dat ook heeft kunnen doen. Dat weet ik niet. Maar kunnen we wel vertrouwen hebben in die humanitaire corridor? Zijn er veel mensen die daar op dit moment dan ook daadwerkelijk gebruik van maken? Ja, ik las vanmorgen ergens tussen 35.000 en 45.000 mensen. Dus toch wel substantiële aantallen mensen die in ieder geval niet meer in die vuurlinie terechtkomen of die vreselijke humanitaire omgeving moeten overleven. Maar ja, dat is nog maar een fractie van wat er aan burgers nog zijn. Dus ja. Ze zullen nog langer nodig zijn. En helaas een cynisch bijproduct van die corridors is ook dat soms strijdkrachten ze gebruiken om zichzelf even te kunnen herpakken. En dan spreken ze een tijdelijk staakt het vuren af met een humanitair oogpunt. Maar eigenlijk zijn ze zich gewoon aan het hergroeperen en klaar aan het maken voor de volgende aanval. Dus je kan ze ook niet altijd helemaal vertrouwen. Want een van u vroeg over het vertrouwen. Nou, veel lager dan dit wordt het vertrouwen niet meer. Hm. Op het moment dat er dus burgerdoelen geraakt worden en de beschuldigingen wederzijds zo heftig zijn. Inclusief over dat Rusland Oekraïne ervan beschuldigt chemische wapens te produceren. En iedereen bang is dat Rusland inderdaad ook een massavernietigingswapen inzet. Op zo'n moment is zo'n humanitaire corridor ook erg lastig te handhaven. Ja. Dus, ja. Dankjewel. We hebben gesproken over die onderhandelingen in Turkije en nu de humanitaire corridors. Maar wat we net eigenlijk vergeten zijn te bespreken is andere hele belangrijke gesprekken die vandaag in Versailles hebben plaatsgevonden. Ja, dat klopt. Ja, dat klopt. Ja, er gebeurde nogal wat. Wat is daar allemaal gebeurd vandaag? Ja, nou heel veel. Het was natuurlijk een al geplande top. Onder het Franse voorzitterschap van de Europese Unie. En de Fransen zijn enerzijds natuurlijk heel erg teleurgesteld dat al hun mooie plannen die ze oorspronkelijk uitgerold hadden om tijdens dit voorzitterschap echt een leidersrol te spelen op het wereldtoneel, of in ieder geval het Europese toneel, wordt natuurlijk hier wel heel erg door overschaduwd. Met name doordat de Amerikanen weer heel erg de leidersrol hebben gehad en nog steeds hebben in Europese veiligheidskwesties. Maar er moesten ook een aantal prangende dingen besproken worden. En één daarvan, die alweer tot verdeeldheid jammer genoeg heeft geleid, is het potentiële EU-lidmaatschap van Oekraïne. Je zag president Zelensky, die enorm goed is in hele, ja, hoe zeg je dat, emotionele, charismatische speeches tegen westerse audiences, tegen het Britse lagerhuis of tegen het Europese parlement. Die had daartoe opgeroepen. Hij zegt, geef ons dan nu dat EU-lidmaatschap. Nou, daar sloot een aantal andere landen zoals Moldavië en Georgië zich meteen bij aan. Dus meteen lag de vraag voor, wat gaan we daarmee doen? En een aantal, met name Centraal- en Oost-Europese landen, zeiden, nu is het moment. Nu moeten we uit principe al tegen Oekraïne zeggen, jullie worden lid van de EU. Ja, toen kwamen we toch weer op die oude scheidslijn, waarbij een aantal landen, waaronder Nederland, zeiden, ho, wacht even, dat gaat wel een beetje erg snel. Het is een heel langdurig proces, je moet je aan heel veel regels conformeren. En toen zag je alweer het eerste barstje. Maar we zagen nog meer barstjes. We zagen ook de vraag over wie de kosten moet dragen van de energietransitie en van al die hervormingen die we moeten doorvoeren als Europa. Waarbij natuurlijk een aantal landen zeiden, we willen graag dat dat Europees geregeld wordt. En Nederland ging zeggen, ja maar wacht even, wij gaan dat niet allemaal betalen. Ja. Dus oude scheidslijnen in de EU die eventjes helemaal aan de kant gezet waren. Door die enorme eendracht in het antwoord op die agressie van de Russische Federatie. Ja, die barstjes zijn natuurlijk niet weg. Ja. En die kwamen helaas toch weer een beetje naar boven. Die eendracht die Poetin misschien ook wel helemaal niet had
zien aankomen in deze mate, of denk je wel? Nou, wat ik zo raar vond, en ik had het ook mis, laat ik daar eerlijk over zijn. Ik had ook niet gedacht dat Poetin zo ver zou gaan om daadwerkelijk langs al die assen die Danny noemde, tegelijk Oekraïne binnen te vallen. Ik dacht altijd dat een scenario waarin hij ging proberen ons te verdelen, namelijk door alleen in het oosten van Oekraïne iets te beginnen, dat dat waarschijnlijker was. En we kunnen het ook wel hebben waarom analisten zoals ik het mis hebben, hoor. Dat is weer een andere discussie. Maar, want nu heeft hij namelijk dat niet weten te bereiken. Als hij namelijk gedaan had waarvan we bang waren dat hij het zou doen, alleen Donetsk en Luhansk binnenrijden, dan was de EU verdeeld geweest over welke sancties er opgelegd zouden moeten worden. Welke respons is nu de juiste? Want we moeten wat achter de hand houden voor het geval dat hij Kiev aanvalt. Nou, vervolgens valt hij Kiev aan en hebben we gewoon alle sancties tegelijk opgelegd. Vervolgens werd het steeds erger. De manier waarop Rusland vocht, hebben we er nog meer sancties overheen gegooid. En is het dus Poetin juist niet gelukt om ons te verdelen, maar heeft hij ons verder naar elkaar toegebracht. Ja. En geen land is daar een beter symbool voor dan Duitsland. Duitsland wat echt in een paar weken een beleidsverandering heeft doorgemaakt, die had ik jarenlang nog niet van Duitsland verwacht als deze oorlog er niet was geweest. 100 miljard, dacht ik. In defensie, ja. Het leveren van wapens. Akkoord gaan dat de EU wapens koopt met EU-geld en dat aan Oekraïne geeft. Heel hard, Nord Stream meteen. Als er één land echt teleurgesteld is geraakt door de pogingen om met Rusland nog te blijven praten, en dus heeft gezegd, in dat geval moeten we maar voor een hardere lijn gaan, is het wel Duitsland. Ja. Ja. Dankjewel. Ik zie dat Wilber naar voren is gelopen en ik denk dat we Hielke zo aan de telefoon hebben. Dat is in ieder geval de bedoeling. We gaan nu even bellen met Hielke Zandema. Dus ik hoop dat ik hem zo een stem ga horen in deze ruimte die mij antwoord geeft. Hielke, ben jij bij ons aanwezig? Jazeker, Wilber. Goedenavond. Dankjewel, Hielke. Fijn dat je ook even tijd kunt maken om met ons te praten. Waar ben jij nu precies? Ik ben in het westen van Oekraïne, in de Transkarpaten-regio, in Uzhgorod. Een plaats eigenlijk op de grens met Slowakije, vlakbij Hongarije. En wat ben jij aan het doen? Niet nu natuurlijk, maar in het algemeen. Daar. Ja, ik werk voor ZOA, een Nederlandse noodhulporganisatie. En in samenwerking met Dorcas, die hier al een aantal decennia in Oekraïne actief is, ben ik de noodhulp aan het coördineren, aan het opzetten. De snelheid, de aantallen vluchtelingen die hier naartoe komen, naar dit gebied van Oekraïne, omdat het hier rustig is, maar ook die de grens overgaan, is echt ongekend. We hebben natuurlijk de afgelopen twee weken, de beelden zijn bekend, de lange rijen voor de grens, de grote aantallen mensen die hierheen komen. Maar we verwachten nog veel meer mensen. De bombardementen gaan door. De rijen staan hier nog steeds kilometers lang voor de grens. En we worden op dit moment, in die zin wordt dit gebied volledig overspoeld met interne ontheemden en mensen die doortrekken Europa in. Ben jij specifiek, je aan het voorbereiden in jullie programma, wat voor aantallen ben je mee bezig op dit moment? Waar reken je op? Ja, dat is erg lastig. Want echte registratie van ontheemden is er niet. Net werd de UNHCR al even genoemd. Die sprak ik hier een paar dagen geleden. En die waren zelf, de delegatie die hier aankwam, die was zelf hals over kop gevlucht uit Kiev. En er waren ook berichten dat er nog mensen van UNHCR vastzaten in Mariupol bijvoorbeeld. Dus om even aan te geven hoe UNHCR ook nog aan het zoeken is. Dus echte aantallen weten we niet. Waar we ons op voorbereiden, honderdduizenden interne ontheemden. De aantallen die nu de grens overgaan, die zijn natuurlijk wel bekend. Maar we verwachten ook dat in Oekraïne zelf mensen blijven. Zeker omdat het hier rustig is. Er zijn ook veel mensen die willen het land niet uit. Mannen kunnen het land natuurlijk niet uit. Dus de capaciteit, de opvangcapaciteit van Oekraïne zelf zal ook de komende tijd zeer op de proef worden gesteld. En volgens mij, want we hadden het er even kort over gehad met z'n tweeën, die medewerkers van Dorcas, waar jij nu bij bent, dat zijn medewerkers uit Oekraïne, toch? Klopt, ja. Maar die hebben zelf, die komen uit Zaporizhia, dat is in het oosten. Dus die zijn zelf ook gevlucht. Dus dat maakt het werken erg lastig. Ik merk aan ze dat ze zelf, ze willen uiteraard aan de slag, maar deels zijn ze ook nog met hun
Ze zijn hier trouwens ook met hun gezinnen. Dus ik slaap hier ook op een matrasje tussen de gezinnen van de Oekraïense medewerkers van Dorcas. Maar ze zijn ook deels bij hun moeder, bijvoorbeeld, die nog is achtergebleven, die niet kon vluchten. Of juist hun familie die is doorgereisd naar elders in Europa. Dus ze hebben zelf ook van alles meegemaakt. Dus ja, dat is wel echt een van de uitdagingen nu op dit moment om de hulp weer op gang te krijgen. En Bob die maakt ook al een opmerking dat hij niet precies wist welke internationale organisaties betrokken zijn of aanwezig zijn nu in Oekraïne. Wie biedt daar nu op dit moment hulp waar jij bent, maar in het algemeen wat jij weet in Oekraïne? Ja, ik moet zeggen dat ik erg onder de indruk ben van de lokale respons, om het zo even te noemen. Ik ben eerst vorige week een aantal dagen aan de Hongaarse kant geweest. Kerken, supermarkten, hotels, restaurants, iedereen hielp mee. We zitten natuurlijk ook echt nog in die eerste fase nadat het conflict ontstaan is. Dus dat, op zich zien we dat wel vaker. Maar op deze manier, op deze schaal, is echt wel uniek. Ook hier in Oekraïne zelf. Het heeft in die zin, dat zeggen de mensen hier tegen mij, Poetin heeft ons meer verenigd dan ooit als Oekraïns volk. Het commitment om zowel te strijden als ook hulp te bieden is ontzettend groot hier. Ja. En gewoon puur even voor ons begrip, hè? Want kijk, wij zien natuurlijk de beelden. Maar niemand van ons heeft, nou dat weet ik niet zeker natuurlijk, maar ik zeker niet, ooit zoiets moeten doen als jij nou probeert op te zetten daarvoor ZOA en Dorcas. Wat ben jij mee bezig om die hulp voor elkaar te krijgen? Ja, nou concreet vandaag, een concreet voorbeeld. Ik was bij een opvangplek, een school, een universiteitsgebouw waar op dit moment 1200 IDP's, Internally Displaced Persons, dus ontheemden, worden opgevangen. En die hebben op dit moment de beschikking over 2 wasmachines. Dus concreet ben ik vandaag bedrijven, winkels afgegaan om te kijken of we zo snel mogelijk 5 of meer wasmachines erbij kunnen krijgen, zodat die opvanglocatie fatsoenlijk schone kleren kan wassen voor die mensen. Dat soort, op dit moment zijn we echt op dat niveau, zou ik bijna zeggen, dus heel praktisch, heel concreet opvang aan het regelen. Onderdak is natuurlijk de grootste uitdaging. Ik schets al even mijn eigen, hoe ik hier nu slaap op een matrasje ergens. Het is te koud om buiten tenten, kampen op te zetten. Mensen moeten worden gehuisvest in publieke gebouwen zoals scholen, zoals gymzalen, zoals kerken. Dat gebeurt ook volop. Maar die plekken hebben concrete support nodig. We proberen dus te kijken of dat hier nog lokaal aanwezig is. En zo niet, dan halen we dat uit de buurlanden, Hongarije, Roemenië. Goed, daar gaat even tijd overheen voordat de grens over is. Maar met die concrete hulp ben ik op dit moment bezig. Ja. En denk je dat het wel redelijk soepel kan gaan? Hè? Dus je zegt, dit moet van over de grens misschien komen. Hoe makkelijk zal dat gaan in jouw ogen, zoals je het nu kunt zien, overzien? Ja, die grenzen. Ik heb er zelf voor de afgelopen dagen ben er veel geweest bij die grensposten. Dat is wel echt schrijnend. Uiteraard om van Oekraïne uit naar de Europese Unie. En mensen moeten ontzettend lang in de rij staan. Het is ontzettend koud. Ik heb verhalen gehoord van vrouwen met kinderen die 28 uur aan de grens hebben moeten wachten in de vrieskou. Zonder dat ze naar het toilet konden, et cetera. Dus nee, het is echt, je gaat de EU in, dus ze kunnen, die procedures zijn nog gewoon erg lang. Dus daar zou echt iets aan moeten gebeuren. Andersom, vanuit de buurlanden Oekraïne in gaat, wat mij betreft, vanuit humanitair perspectief, vanuit de goederen, ook nog veel te langzaam. Er zijn allerlei, een hele papierwinkel moeten we door voordat we die spullen de grens over krijgen. En op dit moment hebben we die tijd niet. De aantallen mensen die deze kant op komen zijn te groot. Dus we hebben de tijd niet om dan een week of 2 weken te wachten voordat de spullen een keer door de douane zijn. Ja. Mijn slotvraag, Hielke. Want dan gaan we nog even verder. We gaan verder praten ook met Monika over die vluchtelingendimensie. Er zitten hier allemaal mensen in de zaal, hè, die ook allemaal betrokken zijn bij wat er allemaal gebeurt. Wat is een boodschap voor jou om mee te geven aan mensen hier in de zaal, in Den Haag, van wat er volgens jou ook door ons gedaan kan worden of zou moeten worden?
Ja. Ja, wat mij betreft gaat deze crisis over de eenheid van Europa. Dit zijn mensen, de mensen die ik hier spreek, mensen zoals jij en ik. Niemand had dit verwacht. Dat is eigenlijk het eerste waar je continu over hebt. Van hoe kan het dat? 2-3 weken geleden waren deze mensen nog gewoon plannen aan het maken voor de toekomst. En dit wordt ineens door een onbegrijpelijke actie. Wordt dit volledig verstoord. Dus het is onacceptabel wat hier nu gebeurt. Dus deze mensen verdienen onze steun. Ik heb vanuit hier ook de berichten gehoord van 555 en de talloze acties die daar plaatsvinden. Fantastisch. Tegelijkertijd wil ik daar als humanitaire hulpverlener natuurlijk bij aantekenen dat elk mens waardevol is. Dus overal ter wereld zou deze houding en deze respons en deze toewijding op zijn plaats zijn. Maar tot nu toe, ja, hartverwarmend om dat te zien. En dat weten de mensen hier ook. Ze voelen zich in die zin ook gesteund. Qua hulp, politiek, militair gezien, ligt dat natuurlijk anders. Zijn ze kritisch op het Westen. Maar goed, dat is van een andere dimensie. Maar goed, de eenheid die we nu moeten uitstralen is denk ik van cruciaal belang. Uiteindelijk richting het Oekraïense volk. Oké, Hielke. Dankjewel. Ik wens je veel succes. Ik denk ook namens iedereen hier in de zaal om het voor elkaar te krijgen, om de hulp op te zetten daar. En dat het snel wat verlichting gaat brengen. Dankjewel. Wel, graag gedaan. Doet hij het? Ja. We hoorden net van Hielke, die is ter plaatse in Oekraïne, best schrijnende beschrijving van hoe de situatie daar is. Kan jij ons een korte update geven vanuit jouw perspectief? Wat gebeurt er allemaal? Waar moeten we aan denken op dit moment? Ja, hij had het over de mensen die intern binnen het land ontheemd zijn, verdreven uit hun huizen. Wat we hier zien is de enormiteit van de aantallen die naar Europa komen. 1 miljoen in een week, meer dan 2,3 miljoen tot nu toe. Dat zijn aantallen vluchtelingen sinds de Tweede Wereldoorlog. Er zijn zoveel mensen niet verdreven geweest in zo'n korte tijd. Die de EU zijn binnengekomen. UNHCR houdt rekening met 4 miljoen. De Europese Unie zelf, afhankelijk van de militaire ontwikkelingen, 6 à 7 miljoen. Dat zijn aantallen die bijna onvoorstelbaar zijn. Het grootste deel gaat naar Polen. Inmiddels 1,4 miljoen in 2 weken. Hongarije 214.000, Slowakije 165.000, Roemenië 85.000. En niet te vergeten Moldavië, armste land van Europa. Wat nu zijn hart vasthoudt dat Odessa dat nog niet ernstig beschoten wordt, wat natuurlijk om de hoek bij Moldavië ligt, heeft al 365.000 mensen over de grens gehad. Die trekken wel door. Maar er zijn nu rond de 130.000 nog in het land. En de regering geeft aan 120.000 zijn bij gezinnen, 10.000 worden door de staat opgevangen. Dit houden we geen weken vol. Hè. Dus daar zou eigenlijk snel hervestiging vanuit Moldavië naar andere landen plaats moeten gaan vinden. Want Moldavië houdt dat niet vol. Zeker niet wanneer het front dichterbij komt. De aantallen die UNHCR heeft zijn grensoverschrijdingen uit Oekraïne die landen in, de landen van aankomst in. Doordat Oekraïners met een biometrisch paspoort vrij mogen reizen 90 dagen door de Schengenlanden van de Europese Unie, hebben we niet precies grip op de aantallen van de doorreizende mensen. Dus je mag als je in Polen aankomt doorreizen zonder een visum en we hebben dus geen binnengrenzen. En UNHCR heeft een schatting van zo'n 260.000 mensen die zijn doorgereisd al. Maar die aantallen weten we dus niet zo goed.
Ja. Ja. Mensen die zijn op de vlucht vanuit Oekraïne en die gaan naar Polen, Moldavië. En wat gebeurt er dan? Dan reizen ze door. Of dat kunnen wij dus moeilijk zien. En, ja, precies. Ja. Dat doorreizen kunnen we wat moeilijker volgen. Er zijn ook niet echt goede registratiesystemen. Nog omdat zij dus visumvrij mogen reizen. Ja. Anders dan wanneer je aankomt en asiel wil aanvragen, dan geldt de zogenaamde Dublin-verordening in de Europese Unie. Die zegt dat in het land van aankomst moet je je registreren en de asielprocedure in. Dat geldt dus niet voor deze mensen. Er wonen 5 miljoen diaspora, Oekraïnse diaspora in de Europese Unie. Dus mensen gaan naar hun familie, ze gaan naar hun vrienden, heel veel in Polen. Polen heeft ook in 2014 veel mensen opgevangen. Veel mensen uit Oekraïne werken ook in Polen. Daar gaan vluchtelingen naartoe. Dus ze volgen die diaspora-verbanden en verspreiden zich daardoor veel evenrediger over de Europese Unie dan in een crisis waarbij mensen in het land van aankomst asiel moeten aanvragen. En ze zoeken hun familie en vrienden over de hele Europese Unie. Plus dat moeders met hun kinderen op den duur ook wel zullen kijken, waar heeft mijn kind het meeste perspectief? Dus ik denk dat die 50.000 plekken die Rutte nu aan het inrichten is, dat het een vrij grote onderschatting is. Want mensen kunnen vrij reizen en een moeder kijkt, waar breng ik mijn kind naartoe? Dus of naar familie, of naar vrienden, of naar een plek waar dat kind enig perspectief heeft. Ja. En je noemt Rutte als voorbeeld en de plekken die vrij worden gemaakt. Wat kan je daar iets meer over vertellen in algemene zin? In hoeverre heeft Nederland hier rekening mee gehouden en zijn we hier klaar voor? Nou, we zijn er helemaal niet klaar voor. Hè? Sinds augustus van vorig jaar zijn de asielzoekerscentra vol. Ja. Hè, dus toen kregen we de Afghaanse evacuees. En sindsdien werken we met noodopvang. Dus ik weet niet of jullie nog herinneren aan Ankie Broekers-Knol. Hè, die gemeente had gezegd, er komt een aanwijzing. Oh, dat bleek toch niet te kunnen. Dus we hebben al eigenlijk een opvangprobleem. Mm-hmm. En daar komt dit nu bovenop. Hè, dus om die reden terecht is dit een nationale crisis genoemd nu in Nederland. En komt er een crisis met de veiligheidsregio's. Een andere manier om deze mensen op te vangen. Ja. En is er aan die veiligheidsregio's gevraagd om eerst 1.000 en dan 2.000 plekken vrij te maken. Ieder, dus 50.000 op korte termijn. Ja. En dat is natuurlijk een enorme krachtsinspanning. Ja. Ja. Ja, en dat zijn allemaal vrij korte termijn zaken die dan zouden moeten gebeuren. Zijn er ook dingen op de lange termijn waar we al aan moeten denken? Bijvoorbeeld onderwijs voor kinderen of andere zaken? Zeker, want het is een heel speciale vluchtelingenstroom. Het zijn moeders met kinderen en ouderen vandaag. Het is dus anders dan in de crisis van 2015, die vergelijking wordt veel gemaakt, maar in heel veel opzichten verschilt deze crisis. Juist van die crisis, je zou kunnen zeggen, deze crisis is vergelijkbaar met de 2015-crisis, alleen zijn wij dan nu Libanon. Wij zijn Turkije. Ja, dus wij zijn de regio. Ja. Ja, dus de overgrote meerderheid van deze vluchtelingen zal hier moeten worden opgevangen. En het andere grote verschil is dat dit zijn geen complete gezinnen. Hè? Dit zijn moeders met kinderen en ouderen vandaag over het grote gedeelte. En dat betekent dus ook heel speciale opvangvereisten. Die kinderen die kun je niet met duizenden in een zaal zetten. Die moeten naar school, die moeten hebben trauma's. Dat brengt heel speciale vereisten voor opvang met zich mee. Ook anders is dan in die 2015-crisis, en dat dan je refereerde aan werk en onderwijs, hè, ja, is dat een historisch besluit van de Europese Unie is genomen om deze groep tijdelijke bescherming te bieden. Al in 2001 is er een richtlijn aangenomen door de Europese Unie, naar aanleiding van eerdere conflicten, Joegoslavië, Kosovo, om tijdelijk mensen snel een status te geven, opdat mensen weten waar ze aan toe zijn, tijdelijk. En ook om tegelijkertijd de asielsystemen in de landen die door een grote hoeveelheid ontheemden worden overrompeld, die asielsystemen te ontzien.
Om meteen duidelijkheid te scheppen, jullie krijgen tijdelijke bescherming. Nou, dat is dus nu in het leven geroepen. Alleen is die tijdelijke beschermingsrichtlijn is in verschillende lidstaten. Het is een richtlijn en die biedt best veel interpretatieruimte per land. Verschillend ingevoerd. En nou ja, wat daarbij hoort is de verblijfsstatus doorgaans. Dat geldt in Duitsland, in Frankrijk en in België ook inderdaad. Maar in Nederland geldt dat vooralsnog niet. Dus de minister van Justitie en ook de staatssecretaris hebben de Kamer geïnformeerd over deze crisis. En er stond maar een kleine passage eigenlijk over de tijdelijke bescherming in Nederland. Daar wordt eigenlijk nog opnieuw naar gekeken, omdat destijds al wel wat kritiek was op de manier waarop Nederland dat heeft ingevoerd. Je moet in Nederland namelijk wel asiel aanvragen. Ja. En dan krijg je ook de status van een asielzoeker eigenlijk. Wat dus bijvoorbeeld op het gebied van gezinshereniging en de mogelijkheid om te werken beperkt is. Dus en bemoeilijkt. Volgens mij is wel aangegeven dat dat aan een soort reparatie van die implementatie van destijds wordt gewerkt vanuit de behoefte om iets te doen voor deze groep. Maar dat moet dus nog wel gebeuren voordat die tomatenkwekers die al op de televisie waren van laat ze maar komen, want wij willen handjes van de Oekraïners. Voordat het zomaar kan. En dus dat die stap moet nog gezet worden in Nederland. Ja. En je noemt nu die tomatenkwekers. Merk jij, om nog even een parallel te trekken met 2015, een verschil in draagvlak van mensen die op de vlucht zijn? Ja, draagvlak is fenomenaal. Dat zien we denk ik in alle EU-landen. Mm-hmm. En is dat ook lange termijn, denk je? Of gaat dat op den duur ook veranderen? In dat opzicht is het vergelijkbaar met Turkije. Dus precies in 2015 waar dus ook 4 miljoen Syriërs ontvangen zijn als broeders. Met een enorme bereidheid om kinderen gewoon het schoolsysteem in te laten gaan. Mensen mochten de arbeidsmarkt op. En daar was het draagvlak in het begin ook enorm. Helemaal afhankelijk van hoe lang het gaat duren. Die tijdelijke bescherming kan verlengd worden na 2 jaar, na 3 jaar. En mogelijk is het zelfs daarna nodig dat mensen toch nog hier blijven als er geen perspectief is om terug te keren, niet veilig om terug te keren. En ja, dan wordt het wel heel belangrijk, 1, om de gastgemeenschappen mee te nemen in deze enorme opdracht. Huisvesting is nu al een probleem, niet alleen in Nederland, maar ook in Polen. Als jong startend stel heb je in Polen ook echt een probleem met huisvesting. Dus daar nog 1,4 miljoen vluchtelingen bij. Dat is een fenomenale opdracht voor de gastgemeenschap. Daarnaast zal heel belangrijk worden als we over wat langere termijn gaan praten. Hoe gaan deze mensen verdeeld worden? Dus in 2015 met de Syrië-crisis heeft de Europese Unie bij meerderheid, bij gekwalificeerde meerderheid, verplichte relocatie besloten. Nou, dat bleek helemaal niet uitvoerbaar. Een aantal landen die verdomden het om vluchtelingen op te nemen. In die tijdelijke beschermingsrichtlijn bestaat er alleen een zogenaamd solidariteitsplatform, een vrijwillige regeling voor relocatie. En interessant om te zien dat het land Polen, wat dus nu al 1,4 miljoen mensen opvangt, ook gezegd, nee, we redden het prima, niks aan de hand. Dit kunnen wij dragen, omdat ze eigenlijk geen precedent willen scheppen voor een relocatiemechanisme, mochten dat ooit nog eens moslims worden of Syriërs. Mm-hmm. Collega uit Oekraïne had het er al over. Solidariteit met Oekraïners, want ja, zij lijken op ons. Het zijn christenen, wordt dan gezegd. En die heel één op één herkenning is er niet vanuit Hongarije en Polen bijvoorbeeld met moslims uit het Midden-Oosten vluchten. En Polen wil geen precedent scheppen voor automatische verdeling van vluchtelingen. Ja. Dus houd nu nog eventjes vol in het opvangen van alle mensen. We hebben het nu met name over mensen die op de vlucht slaan. Heel begrijpelijk natuurlijk vanuit Oekraïne, die vluchten voor het geweld, voor het conflict. Ja. Kunnen we ook vluchtelingen uit Rusland gaan verwachten die misschien vanuit daar willen gaan vluchten? Nou, dat was in het nieuws,
Russen met een Europees paspoort en studenten met een visum, inderdaad, via Finland zo snel mogelijk weer terug naar Europa proberen te komen. Dat zal veel minder massaal kunnen dan in het geval van de Oekraïners. Zij hebben geen 90 dagen visumvrij toegang tot de Europese Unie. Er wordt streng gecontroleerd aan de grenzen. Voor hun geldt niet een tijdelijke bescherming in Europa. Dat geldt de Oekraïners. Russen kunnen natuurlijk wel individueel asiel aanvragen. Daar is eigenlijk het vluchtelingenverdrag is ooit op die leest geschoeid. Ja. Politieke vluchtelingen werden in de Koude Oorlog als helden ontvangen. Nou, de context is nu dramatisch anders. Maar ja, als de repressie toeneemt in Rusland, zou het kunnen dat mensen echt individueel vervolging moeten vrezen. En om die reden Rusland ontvluchten en asiel aanvragen in Nederland. En dan komen ze daarvoor in aanmerking. Maar op individuele basis. Ja, ja, ik heb de afgelopen tijd ook wel in de media verhalen gehoord over Russen in Nederland die al te maken kregen met... Ja. Beledigingen, racisme. Ja. Hoe verwacht jij dat? Nou, ik vond het ontzettend belangrijk dat premier Rutte daar echt iets over heeft gezegd. Van landgenoten. Dit zijn Russen, dit zijn mensen die hier leven. Dit is niet Poetin. Zij voeren niet die oorlog. Dus, behandel ze niet op die manier. Dat is draconisch. Hè? Ik heb ook wel moeite met dat. Alle stedenbanden, alle schaakverbanden, alles wordt doorgeknipt. Terwijl toch, wie voert die oorlog? Dus inderdaad, ik denk dat we ook moeten onderkennen dat veel mensen in Rusland hun perspectief in elkaar zien donderen. Hè? En dat opzicht lijkt een beetje... op de situatie van vrienden van mij in Tunesië. En die gewoon geen enkel economisch perspectief meer zien. Je kan niet meer naar het buitenland op vakantie. Je kan niet meer studeren. Je geld verdampt. Ja. Dus, waar is je perspectief voor een jongere? Dat mensen weg zullen willen, dat zou ook kunnen. Maar die kunnen dan geen aanspraak maken op een asiel, op een vluchtelingenstatus. Ja. Nou, laten we in ieder geval ons dan aansluiten bij de woorden van Hielke op het einde. Dat we de mensen die op de vlucht zijn op dezelfde manier ontvangen. Mooi gezegd. Ondertussen zijn Danny en Bob en Wilbur ook weer naar voren gekomen. Wilbur, ik geef het woord weer aan jou. Ja, want inmiddels zit u natuurlijk al een uur te luisteren. Dus het is ook nog eens tijd dat u even een kans krijgt om wat vragen te stellen. Ik heb nog één vraag eigenlijk liggen. En dat is de vraag van het Europese Defensie en Europees Leger. Dus Danny, misschien wil jij daar even iets over zeggen voordat ik een nieuwe vraag uit de zaal neem. Ja, het Europese Leger, dat gaat er niet komen, ben ik bang. Gaat er nooit komen. Maar we gaan wel Europa, de Europese legers gaan we wel Europeaniseren. We gaan wel meer en meer samenwerkingsverbanden zoeken binnen de Europese Unie, maar ook met de Europese NAVO-bondgenoten. Gaan we denk ik veel meer geïntegreerd samenwerken. Dat zal domeinoverstijgend gaan worden. Nu wordt er nog bijvoorbeeld alleen maar op maritiem gebied bijvoorbeeld samengewerkt of op het gebied van luchtstrijdkrachten. Ik denk dat we meer door die domeinen heen samenwerkingsverbanden gaan zien. En ook in binnen samenwerkingsverbanden dat daar ook vormen van specialisatie gaan plaatsvinden. Dus binnen een bestaand samenwerkingsverband met meerdere landen dat daar gespecialiseerd gaat worden. Het ene land doet bijvoorbeeld opleidingen, het andere land pleegt het onderhoud. Dat gaan we wel zien. Maar een Europese leger, ik laat me graag corrigeren door collega Bob, maar ik denk niet dat dat gaat komen. Nee, ook vanwege een andere reden. Er is een andere organisatie waarvan een Franse president niet al te lang geleden heeft gezegd dat hij hersendood was, de NAVO, die nu volledig aan zet is. Dus dat hele idee van collectieve verdediging, die hoofdtaak van het beschermen van het NAVO-bondgenootschap, daarvan zijn we allemaal heel erg blij dat de Verenigde Staten dus in die NAVO zitten. Dat er geen Trump is geweest die organisatie heeft gesloopt. En die organisatie staat nu weer meer dan ooit op de kaart.
En dat is niet zozeer een obstakel voor het vormen van een Europees leger, maar dat betekent wel dat heel veel EU-lidstaten, met name die in het oosten van Europa, die altijd al een beetje bang waren dat als Europa te veel zijn eigen gang zou gaan, dat ze dan de steun van de Verenigde Staten zouden verliezen. Ik denk dat die reflex nog wel even zal blijven. Dus er zal wel veel meer in defensie geïnvesteerd worden. En ik noemde al Duitsland en Nederland volgt ook. En meer landen gaan meer uitgeven. Maar dan hebben ze het ook over de NAVO-norm. Dus ja. Europees leger zonder samenwerking met de NAVO zie ik zeker niet gebeuren. Dankjewel. Andere vragen, mevrouw? Ik heb een vraag voor Danny. Is het feit dat Oekraïne zo hamert op een no-fly zone een indicatie dat Oekraïne geen vertrouwen heeft in haar eigen capaciteit om zich te verdedigen tegen Rusland uit de lucht? Het is in ieder geval een indicatie dat ze zich zorgen maken over de capaciteit die de luchtstrijdkrachten aan Russische zijde in theorie hebben en op de mat zouden kunnen leggen om het ze echt moeilijk te maken. Het is wel opvallend dat we eigenlijk moeten constateren dat de grote afwezigen tot nu toe zijn de tactische luchtstrijdkrachten van Rusland. Wat we zien aan vliegbewegingen is eigenlijk maar heel piecemeal. Dus kleinschalige missies, 1 à 2 vliegtuigen of maximaal 4, die ook nog eens redelijk ongecoördineerd lijken op te treden. Het is niet zo als eigenlijk wij met onze eigen luchtstrijdkrachten in een dergelijk conflict zouden opereren. Veel grootschaliger, veel gecoördineerder. Maar die potentie zit er wel in, maar wordt niet ingezet nog. Maar ik kan me voorstellen dat de Oekraïners zich daar zorgen over maken. En daarom ook graag zo'n no-fly zone zouden willen, ja. Ja, meneer? Peter Buijs, voorzitter van de Nederlandse tak van IPPNW, International Physicians for Prevention of Nuclear War, Nobelprijs voor de Vrede 85. Dat heeft er mede toe geleid, de argumenten van onze kant, dat Reagan en Gorbachev ervoor zorgden dat de kernwapens afgenomen zijn van 85, van 70 à 60 tot nu 15.000. Maar ze zijn weer terug van weg geweest, dat blijkt wel heel duidelijk uit dit conflict. En ik wou als vraag stellen dat wij een streven naar een kernwapenvrije wereld. Niet alleen wij, de Nederlandse regering, brief van Hoekstra gisteren aan de Kamer, heeft dat nog een keer onderschreven. De NAVO, anderen ook. Het is geen geitenwolle sokken doelstelling, zou ik maar zeggen. Zijn er nu aan dit conflict 3 nieuwe argumenten te ontlenen die in de kaart spelen van degene die van die kernwapens af willen? Namelijk 1, de stabiliteit of niet van de leider van een bepaald land. En dan denk ik niet alleen aan Poetin, maar Trump was ook al een twijfelgeval in het recente verleden. In de tweede plaats dat Zelensky gezegd heeft, als niemand ons wil helpen vanwege die Russische atomaire dreiging, dan gaan we zelf wel kernwapens ontwikkelen. Nou, dan zijn we helemaal uit de brand, de bietenbrug op, als andere landen dat ook gaan doen. En de derde en misschien wel belangrijkste, het argument van de voorstanders van kernwapens is altijd geweest de wederzijdse geloofwaardige afschrikking. En dat zou de vrede bewaard hebben 77 jaar. Nu gebruikt een autocraat, om het zacht uit te drukken, dezezelfde redenatie van afschrikking om oorlog te voeren. Ja, dan zijn we helemaal de verkeerde kant op met kernwapens. En voor ons zou dat een reden zijn om er absoluut zo snel mogelijk van af te komen. Ik was benieuwd naar de reactie van Danny en eventueel van Bob. Hey Danny, jij noemde het al nucleaire chantage. Dus ja. Misschien kun je daar even op doorpakken. Nou, net veel sympathie voor de argumenten die Peter net op tafel legt. Inderdaad, die 3 punten zijn absoluut waar en zeker belangrijk om te benoemen. En bijvoorbeeld, het zet de deur natuurlijk open voor allerlei wannabe bezitters van kernwapens, om inderdaad nogmaals te bepleiten dat zij ook over kernwapens moeten beschikken. Want het blijkt, dat is eigenlijk de beste verdediging. Ja, precies. Noord-Korea is een heel mooi voorbeeld. Dreigt de deur inderdaad open te zetten voor verdere proliferatie van kernwapens. En dat het niet bij de nu 9 bestaande kernwapenmogelijkheden gaat blijven. Andere punt inderdaad, de rol van zo'n leider, die uiteindelijk de beslissingsbevoegdheid heeft voor de inzet van kernwapens. Ja. Het is zo dat zowel in de Russische Federatie als in de Verenigde Staten dat de president die beslissingsbevoegdheid ook als enige heeft. Ook in zijn hoedanigheid als opperbevelhebber van de strijdkrachten. Dus het is zowel in Washington als in Moskou de president die beslist om kernwapens in te zetten. Maar er moeten wel meer mensen zijn erbij betrokken om dat besluit ook uiteindelijk daadwerkelijk ten uitvoer te brengen. Zo ook in de Russische Federatie. De minister van Defensie is eigenlijk
eigenlijk de politieke validatie. Die moet eigenlijk een soort van medetekenen met dat besluit. Hoewel die het besluit dus niet zelf neemt. Moet het wel uitvoeren. Ja, dat wel. En dat geldt ook voor het militaire leiderschap. De chef van de generale staf. Nou, ja, zouden we hier op grond hiervan moeten pleiten voor de afschaffing van kernwapens? Ik zou willen dat het zo zou kunnen werken. Hè? De wereld zou inderdaad beter af zijn zonder kernwapens, denk ik ook. Maar dat is helaas gewoon een utopie. Die wapens zijn uitgevonden. Die geest is al uit de fles sinds 1945. Die gaat er never nooit meer in, ben ik bang. Dus ja, we hebben er maar mee te dealen. Ik heb inmiddels drie nieuwe vragen. Ik begin even hier aan deze kant. Dag, Bob van Nuwet, Algemeen Dagblad. Wij hebben morgen een verhaal over Odessa. Een collega heb ik net aan de lijn gehad. En die stond bij de zandzakken, het zandzakken vullen waar Bob het over had. Wat hem opviel, dat daar allemaal Russisch-talige mensen zandzakken aan het vullen waren. En als je het verhaal volgt wat uit Moskou wordt verteld, begon het toch een beetje als een bevrijdingsoorlog van die mensen. Heb je een inschatting van die Russische gemeenschap, hoe die hiermee omgaat? Ja. Nou, ten eerste, Bob, heel fijn om je in persoon te ontmoeten, na de vele gesprekken die we hebben gehad. Ja, fijn dat je het vraagt, want hier is enige nuance inderdaad op zijn plaats. Wat is een Rus in Oekraïne? Daar hou ik me al heel lang mee bezig met die taalkwestie, dus vergeef mij iets wat uitweiding. Het is echt een misverstand dat iedereen die Russisch spreekt ook pro-Russisch is. En het is ook nog eens een misverstand dat iedereen die etnisch Russisch is, automatisch ook pro-Kremlin is. Dat denkt het Kremlin misschien, maar dat is helemaal niet zo. Want Kharkiv is een Russisch-talige stad die absoluut niet bij Rusland wil horen en zich verzet. En Odessa is hetzelfde. Dus een denkfout die we niet moeten maken, en ik was heel blij dat Monika hier ook aan refereerde. De Russische taal is weliswaar de officiële taal van de Russische Federatie, maar niet het eigendom van het Kremlin. Alleen omdat mensen Russisch spreken, betekent het niet dat het Kremlin ze ook automatisch onder controle mag hebben en dat die mensen ook met bloemen klaarstaan om zo ontvangen te worden. Het ligt veel genuanceerder. Er zijn namelijk ook pro-Russische Oekraïners. Nu een heel stuk minder dan voor 2014, daar zal ik absoluut ook eerlijk over zijn. Maar het misverstand dat alleen omdat die regio inderdaad traditioneel Russisch-talig is en ook nog eens deels goede herinneringen koestert aan een aantal onderdelen van de Russische geschiedenis of zelfs de Sovjet-geschiedenis. De stad Mykolaiv, waar we het heel veel over hebben, ik ben daar een paar keer geweest. En ik ging er in gesprek met jonge mensen die het Lenin-standbeeld wilden verdedigen tegen mensen uit het westen van Oekraïne die dat standbeeld wilden neerhalen. Oekraïne is echt een complex land met een complexe geschiedenis, met mensen met uiteenlopende meningen. Maar één mening die maar heel weinig bestaat, is de mening, ik spreek Russisch, dus ik wil bij Rusland horen. Dus wat Poetin misschien zelf gedacht had, hè, dat regio's als Odessa, Gerson, Kharkiv, Dnipro of verder in het oosten, dat die zich automatisch zouden aansluiten bij een Russisch project, dat is in 2014 al gefaald. Odessa had volgens Poetin moeten horen bij Novorossiya, dat veel grotere project langs de zuidkust. Een aantal mensen hebben dat geprobeerd, die hebben zich daarvoor uitgesproken. Die zijn trouwens ook op een niet hele menselijke manier aan hun einde gekomen in een gebouw waar Poetin naar verwees in zijn speech. Het Trade Union gebouw in Odessa, dat is afgebrand. Er was een onderstroom van mensen die dat inderdaad gewild zouden hebben, maar ik ben er nog steeds van overtuigd dat dat echt een kleine minderheid is. En dat die minderheid nog veel kleiner is geworden nu Russisch-talige hebben gezien dat een Russische president een andere Russisch-talige stad heeft gebombardeerd. Dus ik hoop dat je vraag eerlijk beantwoord hebt. Dan ga ik even naar deze kant. Monika, je wilde iets toevoegen? Omdat een van de dingen waar ik echt hoop aan ontleen in deze verschrikkelijke oorlog betreft precies dit. Dat etnische, religieuze nationalisme van Poetin, maar ook de etnische, exclusieve, religieuze nationalisten elders in het Westen die geïnspireerd werden door Poetin. Je hebt daarover geschreven in het Algemeen Dagblad, Salvini, Zemmour, Le Pen, Trump tot een zekere hoogte, die eigenlijk allemaal flirten met het conservatieve, religieuze en etnische nationalisme van Poetin. Dat heeft echt een slag gehad. Dat is kapot gelopen op een veel inclusiever nationalistisch project. Ook nationalistisch, patriotistisch, maar burgerlijk eigenlijk. Dat Oekraïense samenlevingsproject dat zich nu inclusief toont, waar ook Russisch sprekenden zich deel van voelen.
Omdat ze tekenen voor het samenlevingsproject van Zelensky nu en niet voor dat van Poetin. Die slag vind ik het toch belangrijk om te noteren. Oké, dankjewel. Ik heb hier een vraag. Ja, mijn vraag kan zijn voor Bob of Danny. Nu dat Rusland meer en meer geïsoleerd is, is de kans groter geworden dat Poetin tot het bittere einde gaat vechten, dat hij alles gaat inzetten om te winnen, want het maakt niet uit of hij verandert, want Europa is al naar de andere kant gegaan. Dat vind ik een hele goede vraag. Ik vraag me af wat je bedoelt met het bittere eind. Hè? Dat kan je op meerdere manieren interpreteren. Ik denk dat het echt wel even zal duren voordat Poetin zelf zal denken, deze operatie is niet gelukt, hier stop ik maar mee. Hij is zo gecommitteerd hieraan, hè, dat heb je ook gezien in zijn speeches, dat hij heus niet zomaar zal zeggen, oh, het werkt blijkbaar niet zo goed, laat maar zitten. Ik ben ook al tevreden met een verklaring dat Oekraïne de komende 5 jaar niet bij de NAVO komt. Nee, zo zie ik in die zin het bittere eind. Hij zal ver gaan in de strijd tegen Oekraïne zelf. Betekent dat ook dat hij bereid is om het voortbestaan van de Russische Federatie als geheel op het spel te zetten? En door verder te gaan, confrontatie met de NAVO op te zoeken, te escaleren naar het nucleaire niveau? Ik denk nog steeds van niet. Daarin ben ik misschien toch nog te naïef, want er zijn natuurlijk ook theorieën dat president Poetin inderdaad afgedwaald is tot een helemaal niet meer rationele vorm van besluitvorming. Maar eigenlijk als je kijkt hoe hij redelijk consequent acteert op wat hij heeft gezegd, zie ik nog niet iemand die waanzinnig is geworden. Ik zie eerder iemand die overtuigd is van het vijandbeeld, nou, dat het Westen daadwerkelijk bezig is Oekraïne te bewapenen en op die manier Rusland in val te brengen. En in die zin zal hij ver gaan en hard vechten. Maar ik ben nog steeds van mening, en ik hoop dat je het daarmee eens bent, Danny, dat hij niet aanstuurt op wat hij ook wel eens een keer gezegd heeft. Een wereld zonder Rusland hoeft wat hem betreft niet te bestaan. Nee, ik sluit me daar volledig bij. Okay, absoluut mee eens. Ja. Ja. Ik heb hier een nieuwe vraag. Ja, dankjewel. Wat mij opvalt in het geheel is eigenlijk de afwezigheid van organisaties als OVZ en VN. VN heeft zelfs vanuit zijn secretariaat opdracht gegeven aan onze medewerkers om woorden als war en invasion niet te gebruiken. Ook niet op hun eigen social media. En dat heeft een behoorlijke impact natuurlijk ook op hun aanwezigheid, over hoe ze zich uitspreken over oorlogsmisdrijf of over hoe ze zouden kunnen bemiddelen bij die humanitaire corridors. Hoe zie jij die rol van de VN en de OVZ? En zouden die potentieel een grotere rol kunnen spelen? Ja, hele goeie. En ik heb echt 12 jaar voor die OVZ gewerkt. En één ding wat absoluut verlammend werkt, iemand anders noemde het voor Monique geloof ik, over de EU, meerderheidsbesluitvorming, dat heb je er dus niet. Dus iedereen is doodsbang om iets te zeggen wat tot vervolgens tot Russische veto's zou kunnen leiden en die organisatie nog verder zou verlammen. Plus de OVSE heeft ook een aantal westerse landen, waaronder Nederland, waren daar al heel snel mee, als er mensen uit veiligheidsoverwegingen moeten terugtrekken. Waardoor de organisatie ook niet meer ter plekke die waarnemingsfunctie kon vervullen. Dus de OVSE is nu alleen nog nuttig als plek waar de Russische Federatie, Oekraïne, de VS, wij allemaal aan tafel zitten en waar mogelijk onderhandeld zou worden. Maar er is ook gesproken om Rusland dan ook maar uit de OVSE te zetten. Tot nu toe nog niet gebeurd. Gelukkig ook niet, denk ik, want je hebt dat platform nodig om te blijven praten. Maar je zag het ook bij de VN gebeuren. Ik zag de Oostenrijkers openlijk de zetel van de Russische Federatie in de Veiligheidsraad in twijfel trekken. Dat gaat ver. Tot nu toe is het in de VN beperkt gebleven tot discussies in de algemene vergadering, hè, waar we met enorme aantallen resoluties aangenomen hebben gezien die de Russische Federatie streng veroordelen. Maar ja, elke organisatie die bij consensus moet beslissen, wordt verlamd door veto's. Dus het is ook heel erg lastig voor de Verenigde Naties om nu een rol te kunnen spelen. Die kan pas als zowel Oekraïne als Rusland de VN die rol wil geven. En ik denk tot nu toe, waar we het met Hielke over hadden, de belangrijkste rol van de VN is nu humanitair. Via UNHCR en ook misschien via andere agentschappen om te helpen. Maar het bijvoorbeeld sturen van peacekeepers, daar hebben we openlijk over gespeculeerd met de OVSE en de VN eigenlijk. Zelfs een gezamenlijke operatie in de Donbass. En die stuit toch altijd op die bezwaren dat een van beide partijen dat kan blokkeren. Dus ik heb helaas niet zo heel veel hoop dat de VN gebruikt kan worden als platform om dit op te lossen, als ik eerlijk ben. Er zijn natuurlijk heel veel VN-agentschappen en de VN heeft ook een rol als het op internationaal recht aankomt. Het internationaal strafhof is al besproken. Heel veel landen willen nu de VN vooral gebruiken om Rusland heel erg te veroordelen, diplomatiek te isoleren, weg te lopen bij speeches van Lavrov. En we zitten nog in die fase dat we alleen maar vooral willen veroordelen en uitsluiten. Kunnen we al een aantal van de andere mechanismen gebruiken, vertrouwenwekkende maatregelen, risico van verdere escalatie van de OVSE, dat soort mechanismen, mondjesmaat.
Dus ik hoop dat ze meer gebruikt zullen worden. Ook met name om incidenten in het bredere NAVO-gebied in het Balticum en dergelijke te voorkomen. Maar dat heb ik nog niet heel veel gezien, om eerlijk te zijn. Ja. Ik kan me wel voorstellen, misschien in aanvulling, dat wanneer het erger wordt in Oekraïne, dat toch de algemene vergadering en mogelijk ook de secretaris-generaal zelf meer naar voren zal gaan treden. Dus jouw analyse volg ik helemaal voor deze fase. Ook in de tijd van de bombardementen van Assad op zijn eigen bevolking zag je dat de secretaris-generaal ook een rol ging spelen. Dus daar, ik acht nog niet alle mogelijkheden uitgeput qua VN. Ik heb nog één vraag hier voor mij. Ja, ik heb eigenlijk een tweedelige vraag aan jou, Bob. Oh. Ten eerste, ik vroeg me af, kun jij verklaren hoezo Poetin ervoor heeft gekozen om nu de aanval te doen op Oekraïne? Het is natuurlijk al begonnen in 2014 met de Krim. Mm-hmm. Maar hoezo nu de gehele aanval op Oekraïne? En ten tweede, wat denk je persoonlijk misschien ook, wat nog op Europa afkomt? En wat voor aanvallen er misschien nog komen op bijvoorbeeld kleinere landen zoals de Baltische Staten of Moldavië? Hoe realistisch is dat? Ja, mooie en moeilijke vragen ook. Dankjewel. Ten eerste, waarom nu? Er waren een aantal variabelen die Rusland haast deden hebben en een aantal variabelen die het afremden. Maar de Amerikaanse aankondigingen van het gaat in januari, februari gebeuren, die waren gebaseerd op een analyse van de Oekraïnse krijgsmacht, de Russische krijgsmacht, de manier waarop ze neergezet waren en ook een aantal andere factoren zoals het terrein. Je zag bijvoorbeeld die kolonnen verschrikkelijk vastlopen in de modder, in de Rasputitsa, zoals ze dat heet. Als die modder ontdooit, wordt het veel moeilijker voor zware voertuigen om zich over land te kunnen verplaatsen. Dus er was een bepaalde reden waarom de Amerikanen dachten, het zal wel eind februari, begin maart worden. De Olympische Spelen zijn vaak genoemd. Ja, dat er een belofte zou zijn gedaan door Poetin aan Xi. Van, ik doe het niet tijdens de Olympische Spelen om jou niet in de problemen te brengen. Maar weet ik niet, dat soort dingen zullen we nooit echt weten. Maar het is een van de theorieën. Maar als je uitzoomt op de iets langere termijn waarom nu, is Rusland had het gevoel dat het Oekraïnse leger steeds sterker zou worden en dat op een gegeven moment dit niet meer zou kunnen. Dus er was enige haast bij. Sterker nog, in zijn speech zei Poetin, dit hadden we eigenlijk al veel eerder moeten doen. En vanuit militair oogpunt, Danny, ik weet niet hoe jij dat ziet, maar ik vond dit heel eigenaardig, want dit is een van de langst aangekondigde, weinig verrassingselement was er over, zullen we maar zeggen. Ze werden zo duidelijk neergezet, die troepen. En ik zat in 2014 in Oekraïne. Als Rusland dit had willen doen, hadden ze het beter meteen in 2014 kunnen doen. Toen de Oekraïnse krijgsmacht heel zwak was, toen steden één voor één vielen, toen de bevolking ook nog niet helemaal wist wat ze precies zouden doen in zo'n situatie. Dan wanneer je Oekraïne jarenlang de tijd hebt gegeven om zich te verenigen, die krijgsmacht op te bouwen, steun van het Westen te krijgen. Dus steden als Kharkiv hadden al veel eerder in Russische handen kunnen vallen. Dus eigenlijk vanuit militair en politiek oogpunt is het een beetje te laat, deze operatie. En dan tot slot jouw laatste vraag over wat kan het nog meer richting Europa gebeuren. Ik denk Moldavië is terecht al genoemd, ook door Monica, als een land dat nu echt risico loopt. De destabilisatie vanwege grote vluchtelingenaantallen en armoede. Maar heeft ook en een protracted conflict op zijn grondgebied met Transnistrië. En een autonomie in het zuiden, genaamd Gagauzië, die ook nog een bepaalde mening heeft en wat meer pro-Russisch is dan de rest van het land. Heel makkelijk Moldavië te destabiliseren voor Rusland. Maar een ander land waar ik dan toch de aandacht op wou trekken, niet zozeer de Baltische Staten, maar Finland. Finland denkt nu heel openlijk na over NAVO-lidmaatschap. Je hebt een enorme verschuiving gezien in de Finse publieke opinie. En al Russische dreigementen met daarachteraan van, maar daar zullen wij ook met een militair antwoord op komen. Dus als ik om twee landen het meest zorgen maak nu op de kaart van Europa, zijn het Moldavië en Finland. Dankjewel, Bob. En Wilber, volgens mij zijn we aan het einde van de vragen. Ja, we zullen. Ik weet dat het gesprek nog lang niet af is. Dus ik hoop ook dat er nog ruimte is voor jullie allemaal. En ook voor de mensen op het podium nog langer te blijven zometeen om nog verder te praten. Maar nu inderdaad even, Maaike, gaan we richting afronding. Dan wilde ik nog één ding vragen. Ik begon eigenlijk deze avond met de vraag, zou je iets kunnen vertellen over wat er de afgelopen 24 uur is gebeurd? Maar durven jij of jullie ook een vooruitziende blik? Wat kunnen we verwachten de komende dagen? Het is natuurlijk verleidelijk om naar onze forecasting-expert. Ja. Ik heb ook al de afdruk op mijn wat kunnen we verwachten? Meer van hetzelfde.
Lijkt ook wel enigszins een soort van gevechtspauze te zijn aan Russische zijde. Om inderdaad de logistiek op orde te krijgen, de organisatie op orde te krijgen. En dan voluit weer het offensief te hervatten. Vooral gericht op die Oekraïnse krijgsmacht die zich fel blijft verdedigen. Maar helaas ook, en die tragedie moeten we zeker onder ogen blijven zien, ook gericht op de burgerbevolking. Ja, dus voorlopig nog geen licht in het vooruitzicht. Nee, ik ben bang van niet. Nee. Dank jullie wel voor deze avond. Ja, dank jullie wel. Ik wil graag ook even een applaus voor onze experts op het podium en voor Maaike. Het is ook belangrijk om even te benadrukken dat natuurlijk, u zit veel gezichten van Klingendaal hier, maar er zijn ook heel veel mensen op de achtergrond altijd betrokken bij zoiets als we vandaag gedaan hebben. Zowel van marketing en communicatie, maar ook andere experts die op de achtergrond ons helpen zoiets vorm te geven. Dus die wil ik ook bedanken voor hun rol en wat zij gedaan hebben voor ons. De gemeente Den Haag heeft dit ondersteund, dit initiatief. Dus dat is ook belangrijk om hun nog even te bedanken daarvoor. En uiteraard ook gewoon dank u wel aan u dat u hierbij was en dat u hier kon zijn. Het was de eerste live avond van Klingendaal sinds 2 jaar. Dus dat is voor ons, de aanleiding is niet goed, maar dat we het samen konden doen vond ik wel heel fijn. Ik hoop u ook. En we gaan het dus nog een keer doen. Dat was over een maand. Dat wordt donderdag 14 april. Dan gaan we dus de tweede Klingendaal Newsroom doen. Tussendoor komen we nog met een aantal online updates. Want er zijn nog meer dingen die we verder kunnen uitdiepen met elkaar naar aanleiding van het gesprek. Alleen al vanavond, die gaan we tussendoor ook nog oppakken. Ik dank jullie wel. En zoals ze in het oosten van het land zeggen waar ik vandaan kom, de bar is los.